We zijn 4 wedstrijden ver in de NBA Finals en het staat 2-2. Een beter scenario hadden we ons niet kunnen wensen. Zeker niet na die waanzinnige vierde match. Game 4 was fantastisch. En nu gaan we naar San Francisco. Terug naar San Francisco voor een cruciale Game 5. Maar voor die gaat gespeeld worden, gaan we het eerst hebben over de afgelopen 2 matchen. Dat is nodig en daarom zit de Chaotic 4 weer... Chaotic 4, ik zeg dat altijd. De Chaotic 4 weer bij elkaar. Ja, kijk, intros nemen we hier in 1 keer op. We gaan niet opnieuw doen. De Chaotic 4 zit weer bij elkaar. Jocke Wouters, die staat recht achter de knoppen. Hallo. Dag Jocke. Tijl zit weer in zijn zetel. Hey. Dag Tijl. Niels, welkom. Dank je. Kijk, de intro is gelukt. Wauw, dat was gedaan, heel moeilijk. En dat in 1 keer. Flink. En dat in 1 keer. Je hebt vooral. Hem. We hebben hem. We hebben hem. NBA Finals, even gewoon een super open deur intrappen. Maar is er echt iets beter dan de NBA Finals? Allee. Iemand gaat WK-voetbal zeggen van ons. Nee, dat zou ik zeker niet. Wow. Maar ik bedoel, sport? Qua ja. Sport, alles ter wereld. Nee, van sport ah, ja, natuurlijk. Okay. Ja, voor ons niet, hè. Anders staat weer niet. Hè. Voor ons sowieso niet. Alles ja, maar ik was al seks aan het denken. Ja. Wist het? Allee, hoe lang zijn we bezig? Ja, maar ja, het was niet duidelijk. Ja, van sport, nee, ja, voor ons... Nerds, zeker niet. Hmm. Maar zelfs voor ons nerds. Hans van de Wegen heeft van de week een stukje geschreven in de morgen. En vooral zijn titel en intro waren heel goed. En daarin stond, de NBA Finals zouden eigenlijk verplichte kosten moeten zijn voor elke sportjournalist. Sportjournalist. Ik heb niet gezegd elke mens, maar zeker voor een sportjournalist. Als je de NBA Finals niet volgt, dan moet je een tandje bijsteken. Want dat is echt iets dat je niet kan missen, toch? Akkoord. Maar kijken we daar dit jaar niet zo naar, door het verloop ook terug, doordat nu 2-2 is en alles open ligt, maar stel dat nu een sweep was geweest... Heb jij er ooit anders naar gekeken? Nee, maar voor het grotere publiek en voor alle sportjournalisten dan, was het dan wel minder interessant geweest als nu 4-0 was en het was gedaan. Mm. Niet per se, want je ziet basketbal van het hoogste niveau, met 2 van de beste ploegen tegen elkaar, alles wat daar rondhangt, wat daarbij. Maar de spanning maakt het toch nog een niveau genoeg misschien. Ik denk, heeft het daar niet veel mee te maken, dat je wel echt de 2 beste... ploegen in C hebt. Nee, want ik vind dat je vanaf match 1 moet beginnen kijken. Dus je weet al niet dat het 4-0 wordt. Het is net, ik heb het over het geheel van de finals. Ja, ja. Maakt het wel leuker. Maar de spanning is wel een extra... Tuurlijk, het maakt het leuker, maar het is zo'n evenement. Nee, dat hoort bij, als sportjournalist moet je de Tour de France volgen. Vind ik, absoluut. De WK, EK. En dit is een van die events die je elk jaar niet kan en mag missen, vind ik. Vind ik. Zeg het aan uw collega's, hè, Dennis? Ik heb het al veel meer gezegd. Wat denk je zelf? En weten die dat bezig is nu? Huh? Als ik het hem blijf zeggen, wel, denk ik. Ah, ja, okay. Ze wisten meer dat dit bezig was en dat de B-Next playoffs bezig waren. Ah, ja. Dat is ook niet verrassend, natuurlijk. Proficiat aan Leiden, trouwens. Leiden is de eerste B-Next kampioen geworden. Ik heb het een beetje gehoord. Oostende was eruit. Ik kom mijn oren en ogen niet geloven. Ja, het was redelijk verrassend. Want ik had ook zo'n interview dan gezien en zei... Wat een verrassing. Ja, voor jullie misschien, zegt hij. Ja, was dat dan de coach van... Was dat dan Leiden? Of van dat Leiden. Geert Hamming. Ja, en Dennis is mij te vertellen dat hij nog in de NBA gespeeld. Wat? Als backup van Shaquille O'Neal. Nee, bij LSU geweest als backup van Shaquille O'Neal. Ja. En dan met Orlando Magic. Nee! Ja, dus hij is 3 jaar lang backup center geweest van Shaq bij LSU in college. En in Orlando ook. En dan samen gedraft. Hè? Allebei 92 gedraft dan ook? Nee, hij 1 jaar later. Ah, ja, okay. Dus hij heeft nog 1 jaar gespeeld. En jij zei, je hebt die stats opgezocht dat hij van... Wat was het? Ah, een paar punten per match dat hij niet speelde. Nee, Gilles Meulemans. Het is een lange dag geweest. Ik ben naar Groningen gereden een paar dagen geleden voor de heenmatch van de finale in de B-Next League. En Gilles Meulemans heeft hier ook al gezeten. Hij deed interviews, is meegereden. En die heeft toen de stats opgezocht van Hamming. En ja, dat was van 2 punten per match en zo... Een paar minuten naar een half uur spelen. Ah, ja. En 15, 16 punten per match. Het jaar dat Shaq weg ging. Ah, ja, jaar dat Shaq weg was. Ja, logisch. Amai, en nu coach bij Leiden. Ja. Ook cool. Heeft daar ook samen gespeeld met Mahmoud Abdul-Raouf. En dat is een volbloed Nederlander. Ja. Er hebben echt nog wel veel
Nederlanders de NBA gaat eigenlijk. Hè, En ik heb ook gezien dat hem, maar het was wel een loesje link, dat hem meegedaan in Blue Chips. En de film van Shaq. Ik moest nadenken. All-time classic, maar ik ben niet zeker. Dus iemand dat kan bevestigen. Ja, graag. We zijn te snel geweest om IMDb op te zoeken. Ja. Maar je hebt dat gehoord? Er is dan ik heb zo'n link. Hem ik aan het opzoeken. Ik zag zo'n link van Blue Chips, maar ik weet niet hoe dat effectief waar is. Amai, de backup van Shaq. Kun je toch maar zeggen dat eigenlijk. Hè? Maar eigenlijk ook alle Nederlanders die de NBA hebben gehaald zijn Big Man. Rick Smits. Elson. Francisco Elson. Denka Zuric. Dan Geert Hamming, Serge Wicker. Ja, allemaal grote mannen. Blue Chips. Alle Belgen speelden bij de Indiana team. Oké, cool. Oké. Wat speelt hij? Hij speelde bij de Indiana team in de film. Cool. Ja, dat is cool. Gaan we die nog eens zien binnenkort? Ja, dat is cool. Ik denk niet dat wel op ons avondje. Ja, wel, voilà. Ik denk niet dat ik een film meer heb gehuurd dan Blue Chips. En die andere. Met Antoine. Die van jou. N1 heette die, denk ik. N1? Nee, die gast heette Antoine. Ja, Antoine. Ook zo'n classic. Coach Carter. Ja, die heb ik echt keihard gezien als kind. Maar nog een... The Sixth Man. En hoe noemde die van Bauer weer? Dat hem zo die schoenen... Like Mike. Als kind. We hebben The Sixth Man in Spanje een paar jaar geleden nog eens gezien op mijn laptop. En dan beseft van, die was toch niet zo goed. Met de Wayans Brothers. Dat was een van die... dat waren die mannen, die speelden de hoofdrollen. De Wayans Brothers van Scary Movie. Ja. Die dudes. En van White Chicks. Geniaal. White Chicks, dat had die ook nog eens zien. Klassiekers. Klassiekers. Oké, NBA Finals. Het is super interessant gewoon dit jaar. Los van dat je altijd naar de finals moet kijken. Zeker voor ons NBA-freaks is dat een evidentie. En Filip Joos stuurde mij gisteren eigenlijk het beste daarover. Hij verwoordde dat eigenlijk helemaal juist. Het zijn geweldige finals met twee imperfecte teams. Imperfecte teams. En dat is inderdaad zo. Ja. Boston en Golden State zijn twee teams waar zoveel dingen in zitten die niet juist zijn, die hen niet perfect maakt. En dat maakt hen twee keer zo aantrekkelijk. Ja, voor mij toch. Snap wat hij bedoelt ook. Ik vond het een mooie opmerking. Joos kijkt ook... De finals volledig in de... Philippe is grote fan. Philip is grote NBA-fan. Stiekem meer basketfan dan voetbal. Heel stiekem dan. Zoals zoveel. Romelu Lukaku heeft er ook al gezegd. Ik was hem een paar jaar geleden gaan interviewen toen hij bij Everton zat. En ik was mijn interview begonnen met een basketvraag. Dacht dat stoffer. Ja. Vond hij ook tof. En dan daarna interview gedaan. En dan zei hij tegen de mensen van Everton... Basket is eigenlijk mijn favoriete sport. Ik kijk meer basket dan voetbal. Maar ik vind, bij een voetbal vind ik dat nog logisch, maar bij... De Filip Joos zal dat nu niet logisch zijn, toch? Maar ik denk ook niet dat het waar is. Hè? Maar hij is wel echt grote NBA. Maar van alle sporten misschien gewoon. Die zit ook vaak in 90 Minutes met zo'n een truiker van de Chicago Bulls. Ja. Zo'n hoodie van de Chicago Bulls. Absoluut. Ja. Ah, wow, zalig. Het is zelf gebasket nog. Nee, heeft nooit gebasket, denk ik. Nee. We hebben nog een vraag van een kijker gehad. Michael of Michael, ik weet niet wat het is, mijn excuus. Nee, de baardemaker. Of de bardemaker, die vraagt of er een viewing party komt als er een Game 7 komt. Of wij iets gaan organiseren. Ja, kunt u even schetsen wat we daarmee bedoelen? Ja, een café afhuren? Een café afhuren, of dat we ergens een zaal afhuren. Of een grote tent. En dat we dat dan op groot scherm Game 7 samen kijken. En dat dan kunnen combineren met de Chaotic 4 die samen een aflevering opnemen. Dat is goed. Present. Ja. Ja. We regelen dat. Let's do. En dan moeten we daar wel een beetje... Enkel als Game 7 is. Na Game 6 natuurlijk. Dus we hebben dan 3 dagen om het te organiseren. Mm. En dat gaat natuurlijk wel een beetje geld kosten. Dus Sam Kerkhoffs. Vals Plat nog bezig? Nee. Dus aangezien we de laatste Friends of Sports podcast zijn die zo lang blijft doorgaan, we zouden graag een viewing party doen als er een Game 7 komt. Wil je ons daarbij helpen? Alsjeblieft. Kunnen we een parochiezaal afhuren of zo? Wat blieft? Parochiezaal afhuren. De polyvalente zaal. Is er niemand een groot huis of zo? Kijk eens aan. In de Witte Villa. Ik zit natuurlijk wel met 4 huisgenoten die een maandagochtend moeten gaan werken. Die je wel kunt wegsturen. Is er op zondag de Game 7? Ja, als er Game 7 is? Ik denk dat Game 7 op zondag is. Ja, ik moet ook wel werken die maandag. Maar ja, het schooljaar is bijna gedaan. Dan moet je niet zo aanwezig zijn tijdens examens? Dan, zo, en dan kun je 2 maanden uitslapen. Actief toezicht. Actief toezicht houden, wat houdt dat in? Rondlopen en kijken als niet spieken. Dat is Man, echt. Zeker niet verbeteren, niet de krant lezen. Vroeger waren krant zo... krant lezen, of dat iemand zo effectief nog een krant... Zelfs in het 6e middelbaar zat, de Willekes, nooit vergeten, onze leerkracht lichamelijke opvoeding, die zat er met zijn koffietje en zijn krant gewoon zo.
En af en toe is naar beneden. Dat was ook de mens die nooit heeft geloofd dat basketbal, dat je elkaar daar mocht aanraken. Nee, mag niet in basket. Maar dat denken velen. Jawel. En dan zei tegen mij, zeggen, waarom zou jij het juist hebben? Ja, ik speel die sport. Maar die dacht korfbal, die was altijd makkelijk. Prima. Ja. Ook leuke sport. Ja, supersport. Hobby. Hobby. Bezig, hè. Oké, ik wilde het eerst chronologisch aanpakken eigenlijk. Want we hebben na match 2 nog opgenomen, niet meer na match 3. Dus we hebben 2 wedstrijden gehad. Maar eigenlijk kan dat niet, want... look at Kerry, man. So inspirational. So inspirational. Dat was niet normaal. Ik weet niet wat ik erover moet zeggen zelfs. De chef. MVP. 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 De beste match die Curry ooit gespeeld heeft. Is dat? Ik denk van wel. Zeker in de playoffs. Ja, oké. Okay. Ik verschoot ervan, het was niet zijn finals high ooit. Maar dat was raar gezegd. Tegen de Raptors. 47 keer tegen de Raptors. Game 3 tegen de Raptors. Hij doet het echt... Allee. Hij wint de match alleen, dat is veel gezegd, maar het was waanzinnig. 43 punten, 10 rebounds, 4 assists, 7 driepunters. Waarom ik het een beste match ook vind, ja, op dit niveau. Tegen de muur, hè. In de finals. Must win, eigenlijk. Tegen de Celtics. Must win, echt, hè. Must win, met de minder goede ploeg, want ja, Boston is absoluut. Gewoon het betere team. Slaagt hij erin om die ploeg helemaal op zijn rug te dragen en om dit te doen. En vooral, je hebt die match inderdaad gehad tegen Toronto, match 3. Maar ze winnen de match. Die match verliezen ze. Okay. Ze verliezen denk match 3 tegen Toronto. Dat is wel een verschil inderdaad. Naar je beste match ooit toe is moeilijk in een verliesmatch. Hè? Ja. En hij was anders. Hij was locked in. Hij was kwaad. Want hij was in de eerste kwart echt al aan het uitpakken tegen de supporters van Boston. Want dat zei jij mij ook. Heel graag. Gisteren denk ik dat je mij zei, Niels, van het coole daaraan is dat je hem in het eerste kwart echt kwaad ziet worden. En dat is nog een andere Curry. Geen shimmies, niet dansen. Het is echt... Hij was aan het flexen. Ja, love it. Dat is echt, ik denk dat hij het ook ergens persoonlijk heeft genomen wat het publiek allemaal. Ja, daar zijn ze allemaal veel voor bezig. Hè. En geroepen heeft. En ook blijkbaar in de straten is het super vijandelijk. Ja, het beste wat ik wel gezien heb is een bord voor een restaurant waarop stond: Ayesha Curry can't cook. Ik heb dat ook gezien. Maar dat is banter, dat is humor. Dat moet kunnen, hè. Dat je echt naar iemand zijn gezicht dingen gaat roepen. Allee, slechte woorden dan: daar is een grens aan, maar zo'n dingen moeten we gewoon kunnen, toch? Hè? Maar in het eerste kwart, je wist al hoe ver. Het was eigenlijk hoe ver hij stond. Want hoe feisty die was. En als Curry zo begint en zit te roepen naar het publiek in Boston en te flexen en die vuisten. Maar niet helemaal in het begin, hè? Nee, want hij wordt eerst geblokt. Eerst wordt hem geblokt. En dan wordt hem gestript door Smart. Want ik heb de match gekeken, wetende wat de uitslag was, wetende wat Curry ging doen. En dus dat begint en ik denk, oei, is hem hierdoor aan kwaad geworden? Je had hem nu losbarsten. En ja, zo leek het dan hè, ineens. Het was waanzinnig. Ja, ik wist niet wat er ging gebeuren. Ah, wel ja, dat is nice. Ja, gelukkig, match 3. Wist ik het ook niet. Match 3 had ik de eerste helft gezien. Tweede helft, ik dacht, ik moet naar Groningen rijden. Dat is 4 uur lang. Dus ik ging naar Groningen. En ik zat daar, ik kwam eraan 5:30 of zo, goed op tijd voor die match. Dus ik kon perfect de tweede helft zien. Ik zat daar in die cafetaria die tweede helft te zien. Oh nee. Komt de regisseur van de match achter mij staan. Oh nee. Ben die match aan het zien. Dus logisch. Ah, Celtics gewonnen zeker. Oh my god. En die ligt, die ligt daar nu nog te bloeien, toch, hoop ik, Dennis. Gast, ik zo, ook dicht. Ik zo, ja, dat weet ik niet. Ah, ik ook niet. Van ja, nu weet ik het wel. Nou, ik heb hem. God. Maar dus, met match 4 is het me wel gelukt. Alle social media vermeden, nergens naar gekeken. En dan match kunnen zien, want ingeslaagd om tot 3 uur wakker te blijven om om 5:55 in slaap te vallen. Dat is zo terrible. Dat is altijd heel goed. Dat is terrible. Maar wat een... Het is een game for the ages. Hij treedt in de voetsporen van Magic Johnson, van Dr. J, om dat te doen op het veld van de Celtics. Dat geeft het allemaal nog dat iets extra. Dat maakt extra. Me veel zotter eigenlijk, met in Boston is. Ja, en de manier waarop. Is er iemand die zo de energie uit een zaal kan halen als Stephen Curry? Nee, dat denk ik echt niet. Van, allee... Dan lijken toch ook keiveel weer slechte shots zijn. Dan vliegt dat binnen, is daar gewoon... Ja, en opeens is het stil. In Boston, hè. Ja, ja. De zaal waar dat was daar weer aan het koken stil daarvoor. Dus. Maar bestaat er een slecht shot voor Stephen Curry? Eigenlijk niet. Nee, want heeft hij niet vorig jaar ook zo'n keer ineens zo een driepunter met links zo? Echt zo met één hand? Of zal dit seizoen zelfs? Ik weet niet, hij heeft zelfs een keer een driepunter met links gescoord. Dit seizoen of vorig seizoen, dus waarschijnlijk bestaat er geen slecht shot voor die gast. Het viel inderdaad dubbel zo hard op, omdat de supporters van de Celtics die laten zich goed horen. Hè? Fuck you, Draymond. Fuck you, Clay zelfs. Ah, dat heb ik niet gehoord. Clay heeft omdat Clay er over gehad in de... er zo gezegd heeft na Game 3 dan waarschijnlijk. Na Game 3 gezegd, Boston fans, real classy Boston. Ja. Hij was wel zo... Maar dat is een beetje bitter toch ook, hè? Als je dan verliest en dan zo ineens door de supporters... Ja, allee, terwijl dat er echt over was. Er werd een vraag over gesteld. Ja, oké.
wel zo'n shoot-around. En dan, ik weet niet of je ziet het. Dan werd hem ook zo wat geboot, Clay. En dan was hem zo aan het opjutten. Ah, ik vind wel zo lijst. Ja. God, I love Clay. Zo'n vette kat. Ja. Maar, allee, het is... De match die Curry nu gespeeld heeft, ja, het is even een Curry Love Fest. De Kleenex staat hier niet op tafel, maar we moeten er toch even uitgebreid over hebben. Wat die gedaan heeft in die match is, ik denk dat dat door sommigen nog altijd onderschat wordt, de prestatie die hij geleverd heeft. Ja, het is maar één match, maar één. Deze playoffs, deze finals alleen heeft hij 34,5 punten per match. Welkom. Dat zijn percentages. Dit Golden State is op zich geen goede ploeg. Echt, is niet zo'n goede ploeg. Hij draagt dit team echt helemaal. Brian Windhorst, die was zo'n paar keer bij de Low Post podcast, was hij zo'n beetje salty over van, ah, nu zal Stephen Curry wel weten hoe het voelt, hoe LeBron zich moet voelen als hij geen goede ploeg heeft en het lukt niet helemaal. Maar Curry heeft nu bewezen dat hij kan wat LeBron ook gedaan heeft. Die ploeg alleen dragen. Zoals LeBron in sommige jaren in 2018 of 2015 heeft moeten doen, want Clay is niet meer de Clay die we kennen. Ja, Draymond Green is niet de Draymond Green die we kennen. Oef, nee. Totaal niet zelfs. Echt verre van eigenlijk. Dus ik denk dat we... Dit Golden State is echt niet zo fantastisch. En dat maakt het nog indrukwekkender wat Thompson gedaan heeft. Wat Curry gedaan heeft. Maar ik vond Thompson ook niet slecht trouwens. Hè? In match 3 was hij niet slecht. In het vierde kwart was hij nog wel. Defensief ook wel echt aanwezig. Alleen in het vierde kwart. Ja. Oké, ja. Money time. In money time. Big shots. Mm-hmm. Curry, na Jerry West, Magic Johnson, Michael Jordan en Dwayne Wade, de enige guard in een match in de finals met 40 punten en 10 rebounds ooit. Ja. En ook de derde oudste van West om 40 point game finals. Of? Ik verschot er elke keer van dat hij ket 34 is. Nou, dat is heel jong. Hè? Ja. En dat hij toch ook nog, dat zien er meer en meer bij spelers van u, die op bepaalde aspecten toch nog altijd nog beter kunnen worden, hè, op die leeftijd. Deze versie van Curry, 2016 Curry, regular season was echt gestoord, maar deze is beter. Ja, ik denk het ook, hè. Als je zijn inside game ook weer zag. Ja. Die doet daar... Met die rebound en dat hem zo draait. Scoopshots, dat je denkt, maar ja. Van die mensen die zeggen van, hij is alleen maar een shotter, ja. Ja, nee, dan moeten we nu de 10 minuten highlight van Curry zien van deze match. Het is net omdat hij de beste shooter ooit is, dat hij andere dingen kan doen. Iedereen is daar constant bang van. En dat is iets wat bij andere shotters... ik heb een discussie met iemand gehad op Twitter over iemand die zei... iemand stelde mij de vraag, wat moet Curry doen om top 10 aller tijden te worden? En iemand reageerde daarop, top 10? No way. Ik vind het helemaal niet zo raar om die discussie te voeren, want hij hoort in de conversatie, zoals elke topper ook zegt, Dwayne Wade heeft het nog getweet, LeBron heeft nog eens een... Zijn bewondering voor Curry geuit. Ja. Maar toen werd gezegd ook van, Curry is zelfs geen top 10 shooter aller tijden. En dan gebaseerd op de percentages van achter de driepuntlijn. Maar zo werkt het niet. Steve Kerr, de beste shooter aller tijden. Steve Kerr, de beste shooter aller tijden. Heeft hij niet de beste percentages aller tijden, Steve Curry? Ik dacht dat. Jason Capono. Lijst gezien van percentages. Zo, Capono. Laat Steve Curry's alle shots pakken dat Curry gepakt heeft in zijn carrière. Okay, als hij maar 1/10 van de shots heeft gepakt. Ja, en moeilijke. En ook catch and shoot open. Curry heeft de beste percentage dan Hubert Davis, Seth Curry, Joe Harris, Drazen Petrovic, Desmond Bane, Jason Capono, Tim Legler, Steve Novak, Kyle Korver, Steve Nash en dan Stephen Curry. Dus als je denkt dat Tim Legler een betere shotter is dan Stephen Curry. Maar dat zou betekenen dat Steve Kerr, Hubert Davis, Joe Harris, Jason Capono, Tim Legler, Steve Novak betere shooters zijn dan Ray Allen, Reggie Miller en Dirk Nowitzki. Maar hier gaan we toch ook niet in de top 10. Hier gaan we toch niet eens over discussiëren. Nee, maar we moesten wel even Curry is toch maar ver uit. Ja. Niemand aan zijn enkels, hè. Nee. Maar het is ook de manier waarop komt daar ook bij, hè. Ik denk, er is toch geen enkele speler waar een defense zoveel schrik van heeft als Stephen Curry. Nee. En vooral op heel het halve veld eigenlijk. Allee, halfcourt moeten we oppakken. Dan moet hij oppakken, want die knalt binnen. Curry stond klaar. Ja. Of die bewoog naar zijn plek. Ja, maar catch and shoot gewoon. Hè. De manier waarop Curry dat doet, hoe hij inderdaad... Van overal. Ja. Een meter over de driepuntlijn. Dat is echt... LeBron heeft dat pas ook in de shop nog eens gezegd. Hè, van, je moet je mens constant in de gaten houden. Eigenlijk als hij zijn bed uitstapt, moet je daarbij staan. Ah, dat was een meme. Heb je dat niet gezien, dat filmpje? Dat was zo. Ene die doet dat om Curry is en die stapt uit zijn bed en zo direct in de ket. Maar het is onwaarschijnlijk. Maar het is meer dan dat wat Curry doet. Je hebt zijn drives, dat is één. Defensief, het is nog altijd geen topverdediger, maar wel degelijk. Slecht, hè? Ja. Degelijk. Dat is echt buff ook. Allee. En op anderhalve minuut van het einde, in het vierde kwart, geeft hij daar een pas naar Draymond Green. Ik heb die vier keer gespeeld. En dan Green en Looney, dat die play. Nee, andere play, want ze missen daaruit. Maar hij geeft daar een bal
achter zijn hoofd. Hij heeft ook het slechtste balverlies aller tijden geleden in het vierde kwart. Maar hij geeft een bepaald, die pas, ja. een bepaald pasje ja. dat ik ja. vier keer heb moeten terugspoelen om te kijken van waar... Hoe zie je dat? Hoe krijg je die een bal bij die man? Crazy. Er, is ook, allee, er zullen veel mensen zijn dat geen fan zijn van Curry, omdat het waarschijnlijk al, als je LeBron van bent, zal het moeilijk zijn. Maar je kunt hem toch niet graag zien spelen. Denk ik dan. Mm-hmm. Puur esthetisch gezien ja, alleen al. Ja, dat bedoel ik. Dat is... Ik zeg het, ik was de match aan gisteren aan het zien en Chloe lag nog naast mij. Ik heb echt een paar keer haar moeten laten zien van check deze. En zelfs zij, ze kent er niks van wat echt. Maar wow. Ik was rustig aan het slapen. Ja, check. Die raakt erin zelfs Stop. Niet. Zo Allee, hetzelfde, dat kun jij nu toch niet. Nee, dat, maar, ja, waarom kun jij dat waarom niet? Doe jij dat dan niet? Maar zelfs LeBron heeft zijn bewondering nog eens geuit voor Curry. Hè? Terwijl die rivaliteit daar wel zo is. Dus de LeBron-fans ook, die moeten toch ook gewoon objectief kunnen... Ja. Je moet soms, als je een speler niet kan hebben, moet je eerlijk kunnen zeggen, ja, maar die is wel gewoon... Ah ja, tuurlijk. Te goed. Appreciate greatness. Voilà. Het is belachelijk, maar het is wel zo. Hè? Ja. Ik zeg dat zelfs over Chris Paul. Dat hij goed is. Ja? Is dat echt waar? Ja. Het is een goede basket. Maar het is gewoon, wat gewoon zo duidelijk is, nu, het is... Hij is de beste en meest dominante speler in deze finals. Maar niet met een klein verschil. Verder. Maar by far de beste speler in deze finals. Ja, want het is zoals in... wat was het dan? In 15 het gesprek was. Stel dat Boston nu toch de series zou winnen. Je zou echt weer een case kunnen maken van toch gewoon Curry Finals MVP. Hè? Ja. Maar dat is het gaat nooit gebeuren. Het gaat gewoon naar de winnende ploeg gaan. Maar zo zot is het echt. Hè? Zo zot is het. Het is echt LeBron-esque. Hoeveel zeg je dat dan? 137 punten in deze finals in 148 minuten. Aan percentages 50% voor zijn field goals, 49% van achter de driepuntlijn. Dat is echt belachelijk. 86% op de vrijworplein. De andere dat is een vrijworplein. Dat is dan weer raar, hè? 86 is dat weer raar. Hij heeft geen 90. De andere starters van de Warriors hebben 176 punten en 39% van hun field goals binnengegooid. Dat is waanzin. Niet vergeten, hij heeft het ook gedaan met een blessure eigenlijk. Hè? Ja. Het is echt waanzin. It's crazy. Het is, ja, kijk. We hebben nog een paar dingen over opgeschreven. Paar stats nog? Ja. Gaarne. Het is de op één na oudste speler trouwens met 40 en 10 in de finals blijkbaar. Ah, één na. Wie was de oudste? Dat was LeBron. Maar Jordan had geen 40 denk ik inderdaad in zijn laatste jaar dan. Dat is een teleurstelling. Ik had die wel in dat lijstje gezien precies. Ik had ook iets gezien met... De twee mannen die dat boven de 34 hebben gedaan. Okay. De drie mannen. Daar stond Jordan dan ook bij. Hij heeft nu 13 matchen met minstens 30 punten in de finals. Maar iedereen zegt altijd, hij is niet goed in de finals. Nee. Hè? 13 matchen met minstens 30 punten. Dat, denk ik. Enk, dat zijn er evenveel als Kobe. Shaq heeft er meer, 16. LeBron heeft er meer, 22. En Michael Jordan heeft er meer, 23. Ja. Dat is het. Uiteraard heeft Jordan 23. Wel een proper lijstje om in te staan. Hè? That's it. Heeft nu 9 matchen in de finals met 30 punten en minstens 6 driepunters. Klay heeft er 2. Geen enkele andere speler heeft er meer dan 1. Ja, wauw. Het zijn allemaal kleine dingen die gewoon duidelijk maken wat Steve Kerr ook zei. Ja, I'm gonna tank. He's really good at basketball. Was dat de rust of na het derde kwart? Na het eerste of na het derde kwart. Voilà, dus de vraag is, hoe kan je verklaren dat Curry is really good at basketball? Ja. Ik vond ook een goeie. He gives you buckets, brought to you by KFC. Oh my god. Vond ik ook een hele goeie. Wat moet hij nu nog doen om... Want ik vind het wel interessant om dat even te bespreken. Wat moet hij voor jullie doen om top 10 aller tijden te worden? Is hij dat al voor jullie? Want dat is heel subjectief, die lijst. Hè? Ik denk dat er 16 namen zijn die we objectief in de top 10 aller tijden... die we kunnen overwegen om top 10 aller tijden te zijn. 16 namen. Moet ik even denken dat ik ze alle 16 heb. Jordan LeBron, Magic Bird, Russell, Kareem, Will Chamberlain... Shaq, Hakeem, Tim Duncan, Kobe, Kevin Durant, Oscar Robertson, Jerry West, Moses Malone, Stephen Curry. Giannis. Giannis mogen we daar misschien ook al wat bij zetten, inderdaad. Julius Irving. Dan hebben we zeven. Ja, dan hebben we zeven net. Zo moeilijk ook gewonnen. Julius Irving zou nog kunnen, maar misschien is hij net daaronder. Het jammer is dat hij zo lang in de ABA gespeeld heeft. Hè? In zijn NBA-carrière heeft hij hoeveel keer de finals gehaald? 1877, 80, 82 en 83. Wat geloof ik, Dennis, jongen. Maar ik denk als hem dit jaar... Julius Irving mag daar ook bij, inderdaad. Ja.
als hem dit jaar een titel wint, wat dat dan sowieso samenhangt dit jaar met een Finals MVP, zal toch echt al heel liep te worden. Dan komt voor mij boven Durant en zo. Al. Mm. Voor mij staat hij al boven Durant. Voilà. Boven Kobe... Bij mij is ook, en dat zou niet mogen, maar door de dood van Kobe is mijn narrative daar een beetje door veranderd. En dat zou niet mogen, hè. Dus, maar dat vind ik altijd wel moeilijk om die daar nu al boven te zetten. Ja, maar ja, hij klopt al op de deur nu, hè. Dus als ze hem dit jaar wint, ja, dan kunnen we hem erin zetten. Er gaat niemand u zot verklaren als je hem erin zet, denk ik. Allee, waarschijnlijk wel, maar... Behalve die ene persoon. Dus. Ja, voilà. Dan dacht ik ook aan toen ik het zei. Maar nee, moeten die... Nog eens, het is... je mag een andere mening hebben, hè. Natuurlijk, mm-hmm. Ja. Absoluut, hè. Het is net leuk om daarover te discussiëren. Maar, dat is niet persoonlijk. Het is tof als mensen een andere mening hebben. Dat maakt het mooi om over basket te discussiëren. Stel je voor dat we allemaal hetzelfde zouden vinden. Zou zo zijn. Hoe fucking saai zou het leven zijn als we allemaal zouden zeggen, ja, Dean is de beste. Ja, LeBron is the GOAT allemaal. Ja. Leugens moeten nu ook niet verteld worden. We zijn er. Maar ik heb het gewoon ook altijd een beetje moeilijk met die top 10 lijstjes. Ja, dat is zo moeilijk. Is moeilijk, ja. Vergelijk een Bill Russell is met een Stephen Curry. Ja, voilà. In basket... Je kunt discussiëren over MJ en LeBron. En die staan ver boven iedereen, denk ik. Maar daaronder heb je... De ene dag zet je waarschijnlijk Bird op 3. De andere dag zet je Magic daar of Shaq of... Ik vind dat heel, heel moeilijk. Maar dat is het, voor mij is dat net het leuke aan daarover discussiëren. Omdat dat zo moeilijk en onmogelijk is. Voor mij is het ook Jordan en LeBron zijn buiten categorie. Maar ja, Kareem eigenlijk ook. Kareem ook wel echt, hè. Ja. 20 jaar carrière en 4 jaar in college, waarin die alles gewonnen heeft. Magic voor mij ook, eigenlijk. Magic. Dus, maar dat is het We zien wel dat begin het al. Kareem. Maar dat is het coole daaraan. En dan het moeilijke is inderdaad Bill Russell. Hoe betrek je die daarbij? Ja. Want als je die ziet spelen, denk je, oh, je kon eigenlijk niet goed basketten. Maar als je dan over nadenkt, je hebt 11 titels gewonnen in 13 jaar, 5 keer MVP. Als er toen al een Defensive Player of the Year Award was geweest, had jij die 10 keer gewonnen. Finals MVP was je waarschijnlijk ook 8 keer geweest. Dus dan verandert heel die narrative opnieuw. Hè? Mm-hmm. We hebben dat ook gezien bij onze aflevering van de top 75. Hoe moeilijk dat het was om zelfs een top 75 te maken. Laat staan een top 10. Mm-hmm. Dus ja. Dwayne Wade die vindt dat Curry in de conversatie hoort als het gaat over de Mount Rushmore. Dus dat effectief top 4 beste ooit. Rare berg. Ja... Ja, we hebben hier nu in net... de conversatie. In de conversatie, ja. Maar dat is natuurlijk ook in the heat of the moment. Ja, hè? Maar we hebben hier nu net wel 4 namen gezegd spelen. Dat wij vinden al dat er bovenuit steken. Ja, dat kan nog niet. Daar ja, is hem niet. Toch nog niet bij die 4, denk ik dan. Dat gaat hem wel nog niet, 2 keer kampioen. Maar wel, aan de andere kant, als hem nu een repeat of een three-peat doet of zo, ja, wat moet dan beginnen? Maar als hij deze titel wint, is het wel de meest indrukwekkende die hij ooit had kunnen winnen. Ja, en ook als hij echt op zijn best echt... Allee, het is aanzien. Zou wij dat beseffen? Zou wij dat belangrijk vinden om te weten van... Oké, mensen zeggen dat ik hem in 2015 heb gewonnen omdat Kyrie geblesseerd is geraakt in Game 1 en omdat Kevin Love geblesseerd was. In 2016 hadden we het historische seizoen, maar verliezen we de finals in 7 matchen. 17 en 18 was KD erbij. 19, geen excuus. Dat is gewoon door alle blessures. Ja. Zou wij daaraan denken van oké, daarom moet het nu? Denk het wel. Dat denk ik zeker. Wel, ja. Zou het specialer maken? Hè? Ja, zo, een beetje zo'n revenge-gevoel. Hij leest en hoort dat ook allemaal. Hè? En hij zal toch ook wel... zal bij hem toch ook iets zijn, die Finals MVP? Hij zal toch wel willen. Het is meer waard als een Magic Johnson Award of Larry Bird. Nu nog wel, maar binnen 20 jaar... Ik zou dat nu ook ridiculiseren, die award. Nee, ik zou niet durven. Ah ja, ik was al vergeten. Die eerste toch maar mooi, de Magic Johnson Award. Maar ik vind wel dat hij effectief in de conversatie hoort voor top 10. En als hij top 10 wel. Voor mij persoonlijk, nog eens subjectief, persoonlijk, voor mij, als ik alles bekijk, als hij hem dit jaar wint, standaard top 10. Hmm. Wie, direct. Wie valt er dan uit? Shaq, denk ik. Oef. Mai. Ik denk dat Shaq uit mijn top 10 valt dan. Oef. Ja. Ik denk dat... dat vind ik heftig. Dat is moeilijk, maar... Ja, mijn top 5 staat op zich, denk ik, vast. Want het is heel moeilijk, want ja, als je daar... Jordan, LeBron, Kareem, Magic, Bird. Dat is mijn top 5, ja. Jordan, LeBron, kun je weinig tegen Kareem, Magic, Bird. Ja. En dan Bill Russell, super moeilijk in te schatten. Maar zet je die al boven Wilt, Bill Russell? Ja, dat is de winner, hè. Ja, winner wel, maar ja. Nee, Wilt... Dominantie was Wilt. Ja, maar het gaat... Ja, oké, maar dat was ook de ploeg dan, hè. Celtics waren gewoon ook de veel betere ploeg, toch?
Was, ik weet niet of... Ja, nee, Wilt heeft me... Ik ga ook af op wat ik lees en zie je van die mannen... Allee, zie. Daarvoor moet je effectief de Book of Basketball van Bill Simmons lezen. Maar je lezen? Ja. Dat is zo lang geleden. Doe je niet dat zo dat doe ik echt niet graag. Okay. Ik ben al zo die woorden aan het lezen en mijn hoofd denk ik... Amai, wat ga ik straks eten? Ja, einde van de pagina zo... Het probleem is ook wel... Geen enkel idee wat ik gelezen heb. Dat dan een hele dikke boek is. Ja, wel, ja. Het beste boek die ik ooit gelezen heb. Dat is wel een heel goed boek. Ja. Zelfs, ik zal het zelfs proberen. Uitgelezen. En jij die liggen bij je zelfs, thuis? Zelfs, ja. Ja. Als we nog eens bij zelf schrijven. Leerkracht, zelf schrijft die boek uit. Weet je wat bladzijde dat is? Wat blieft? Weet je wat bladzijde? 600 toen ik het zo 750. Oh my god. Nee. Zoiets. Ik zal er eens aan beginnen. Als maar ik lees gewoon al het hoofdstuk over Will Chamberlain en Bill Russell, omdat daar heel veel nuance in staat. Oké. Waardoor... je Russell sowieso boven Chamberlain zet. En het is een gast die bijvoorbeeld ineens gezegd heeft... dit jaar wil ik niet scoren, maar assist geven. En dan is hij de beste assistgever. Maar dan maakt zijn ploeg daarvoor niet beter. Terwijl Russell deed de dingen die zijn ploeg nodig had van hem. En was dan nog altijd de beste speler. Het blijft zo moeilijk. Want ik was nu aan het denken dat jij dan dus Tim Duncan boven Shaquille zet ook. Ja, dat zou ik ook wel doen. Ja, door de lengte van de carrière. Maar, ja, maar inderdaad, maar ja, puur dominantie van de goede jaren van Shaq was het ook. Want wat had Shaq nu gezegd? Dat zijn 2000 Lakers zouden winnen... Ja, van de Bulls en van de Warriors nu of zo. Van de Bulls had hij ook al gezegd. En van de Warriors 15, 16. Dat is al een grap, maar hij had ook gezegd... We zouden Curry naar de ring laten driven... en I would have laid his little ass out a couple of times. Ja. Period. Nee, ja. Een paar bedenkingen bij. Ja. Eén. Hesitation move. Ja. Hoeveel keer heeft hij Iverson zo? Want Iverson ook een little ass. Ja. Moet er iemand nog eens drinken? Ik wil wel een Tony Steiner. Oké. Dank je. Ja? Een Tunis staan. Je drinkt niet, gasten. Ik heb nog een kwartje, dus het is moeilijk. Okay. Ja. Ik ben nog oké, dankjewel. Maar bij Iverson heeft hij dat ook niet zomaar gedaan. Iverson was ook soms ongrijpbaar. En Kevin Durant heeft daar de beste reactie op gehad op hem online op die uitspraak van Shaq. Bring Shaq up in that pick and roll and test them hips. Ah ja. Pass. Ja, tuurlijk. Die ja, sowieso. Komen. Die blijft rustig wat floten. Drie keer ertegen. Ja, wat doe je als je Stephen Curry bent, pick and roll, en Shaq komt uit, sorry, maar... Van voorbij, hè? Tuurlijk. Nee, maar no way toch dat Shaq zo ver uitkomt. Nee, er gaat ook echt gewoon open shot zijn voor Curry daar. Dat absoluut. Zakken, hè? Ja. Absoluut. En ik denk dat hij er wel eens in zal kunnen binnensmijten dan. Ik denk het ook wel. Maar dus, laatst over die top 10. Ik denk als hij dit jaar de titel nu wint, als hij erin slaagt, nog eens subjectief voor mij, springt hij over Hakim. Over Shaq. Over West en Oscar is hij nu al voorbij voor mij. Ja. Voorbij KD is hij ook al voor mij. Maar is dan bij u 6 Russell, 7 Duncan. Ja. En dan zou Curry nu 8 worden. Mai. Ja. Nice. En ergens zou Curry zelfs boven Duncan durven zetten. Moeilijk, hè? He changed the game of basketball. Dat is waar. Dat is waar. Exact. Dat is echt waar, ja. Maar nog eens subjectief. En dat is het hele leuke daaraan. Ja, ik ben het aan het... Dat is het hele leuke daaraan. Ja, je kunt er een case van maken, maar dat klinkt ineens bijvoorbeeld de 8e beste ooit. Ja, maar ja. Het kan, hè, man. Ik zou nu graag student zijn en met een thesis over Curry schrijven of zo. Kan, hè? Gewoon doen. Voor welke richting zou je dat kunnen doen? In voor welke richting zou je... esthetiek. Als je journalistiek doet met dan sport of zo dingen of zo. Esthetica. Esthetica, dat zou keigoed zijn. The art of shooting. Hey, esthetica over NBA-spelers. Ah, voilà. Wie zijn de mooiste NBA-spelers ooit? Dat is nog iets helemaal anders. Van stijl van spelen. Ik weet niet. Wie is de knap? Want anders was het wel Brian Scalabrine voor mij. En die pas weer... Die wordt elke keer uitgedaagd door jonge gastjes. Yeah. En dan zegt hij, oké, spelen eens tegen. De Scalange. En die maakt hij nog altijd af. Ja, hij zegt altijd, I'm closer to LeBron than you are to me. Ja, dat is ook. En dat blijkt ook gewoon de waarheid, hè. Maar ook op zijn gemakske, hè. Ja, dat ziet er wel echt niet uit. Die beweegt niet keivot meer. Magic Johnson heeft weer getweet over Curry. Dus iedereen had lof, hè. Wauw, Chef Curry. Het was een ploft, hè. Look at 30, man. De tweet van Magic Johnson. Ik heb hem gelezen. Steph Curry continues his dominant play, putting up 43 points and 10 rebounds to lead the Warriors 107-97 over the Celtics. He got some help tonight from Klay Thompson with 18 points and Wiggins 70 points and 16 rebounds. Die werkt voor ESPN. Ja, dat kan toch niet. Captain Obvious, jongen. Gewoon echt de boekkoord checken. Ga ik wel van typen. Niet normaal. De beste bleef toch goed dat ze hun defense moesten aanpassen. Heb je die nooit gelezen? Ja. Van bij de Lakers. Ah ja. We moeten onze defense in de halfcourt beter doen. Onze defense in transitie. En dan gaan we er komen. En harder werken. En harder werken. En beter je best doen. En beter ons best en doen. En binnengooien. Inderdaad. Wat je ook al zag in die match. 48 on-ball screens voor Curry.
48. Maar dan wordt hij altijd gescreend, hè? Dat is zot. Hè? Dan gaat hij zo naar links, wordt hij gescreend. En dan gaat hij terug. Dus altijd zo iemand bij dat erin. Maar dat is weg van de bal vaak. Ja, vaak weg van de bal. En nu was het 48 on bal ja, alleen ook, al. Ook wel on bal. Dat is heel te. Maar moeten ze dat niet nog meer doen tegen deze defense? Elke play. Als je muziek, elke play zou ik hier aan toe doen. Want zeker als je kijkt, Al Horford in match 3 was dat vooral ja, die drop defense. Waarom zijn we nog altijd droppen tegen Stephen Curry? Maar nu toch weer ook Williams III dat er ook bleef doen. Time Lord een paar keer. Maar Time Lord heeft gewoon schrik dat hem te traag is zeker, en dat hem voorbij gaat gesneld worden. Maar daar is help, hè. Het is tegen Curry, je moet gewoon dat 3-puntshot afpakken. Hè. Ja, absoluut. De Warriors hebben nu 100 overwinningen in de playoffs sinds ze Curry gedraft hebben in 2009. Maar was dat zijn 100ste overwinning? Ja, in de playoffs. Dat is de meeste van welke ploeg ook ooit in die serie. In die periode, beter gezegd. En wat ik vooral daar extra straf aan vind, is als je denkt wat een ongelooflijke shitshow de Warriors vroeger waren. Want we vergeten dat nu, hè. Ja. Golden State is een evidentie. Golden State is een top. Ja, dat was een. Ik heb er langs iets van gezien op YouTube ook zo daarover. En dat was echt een kut franchise inderdaad, de jaar daarvoor blijkbaar. Maar en nu is dat. Wilt iedereen naar naartoe, hè? Ja, ik zag wel dat hij de eerste titel ooit heeft begonnen, NBA. Ja, ja, heb ik ook gelezen. De Philadelphia Warriors. Ja. Ja, 75 jaar. Met. Starting five. Stel je voor. Ik denk, zoek op. Joe Fulks, volgens mij. Ik denk dat Joe Fulks. Jij bent echt een halve jaren. Joe Fulks of Joe Fulks, volgens mij, was een van die sterspelers toen. Dat kan niet. Denk ik. Kan echt. Nee, dat ze de eerste ster was van de BAA. Hè? De BAA. Ah, ja. The Basketball Association of America. Nee. De BA. Heette dat toen. Dat is echt zot. Denk ik. Kennis. En Jocke, want nu zo even stil. Ja, we zijn echt in volle spanning. Mm. Maar we zullen even verder gaan. Line-up, NBA Finals. Heb jij de line-up al... Nee, ik had daar niet over. Jij zoekt voor de 46-47. Ah, ik dacht dat jij je kennis ging... Ja, volledig. Wat stel je voor? En de sixth man? Dat ik daar één... Ah, heb je de vijf spelers al... Maar nee, hij kent er maar één. En als ik er één van ken, zou het al straf zijn. Jocke, 75 jaar geleden. Bij eender welke ploeg. Oké. Oké. Ik denk Joe Fulks. Ja. Weet je wat echt een zot shot was van Curry, vond ik ook? Het eerste shot dat hij maakte in de tweede helft. Zo, net geen een 3. Hij staat wel binnenin, maar hij shot vandaar met de plank. Joe Fulks. Met het bord. Met de plaat. Met de plaat. Is dat stepback of niet? Dat weet ik niet meer. Maar zelfs Jeff Van Gunny was erover bezig. Net binnen de 3. Dat moet voor 3 punten tellen. Als je vandaar met het bord gooit. 45 graden. Linkerkant, 45 graden. Dat was... Op tooien gemakske. Ja. Hoe zal hij nu vandaag met het bord gooien, man? Ja. De manier waarop, want vroeger had je Duncan, dat was Sam bread and butter, hè? Maar dat was die face-up doen. 5 meter naar voren, hè? 25 jab steps en dan het bord binnengooien. Maar deze was nog veel meer naar achter, hè? En echt. Uit de dribbel. Als ik op een bepaald moment wordt een fout opgemaakt aan de middenlijn of zo, en er wordt gefloten en die smijten zo. Ah, die takeval van Grant Williams. Nog bijna binnen, hè? Ja. Dat is echt Joe Fulks is juist of niet? Ja. Maar wat de fuck. Iemand nog iets te zeggen over Stephen Curry voor we verder gaan? Want er zijn andere dingen te bespreken. Iemand nog iets om deze lofzang nog wat extra klank te geven? Ja, dat van dat shot wou ik zeggen, heb ik net gezegd voor de rest. Ja. Wat ik ook heel mooi vond, was zo'n keigoede play. En we hebben dat 2 keer tegen elkaar gezegd. Die play met Gary Payton. Ah ja, ja. Dat was echt Payton, heel goed. Ja, echt dat Payton wide open staat, maar hij ziet... Ah nee, Curry komt is onderweg. Oké. En Curry heeft eigenlijk... Hier is een bal. Als het tweede zelfde speler zijn, heeft hij eigenlijk een slechter shot. Maar net omdat het een Curry is, is het een veel beter shot nog. Hè. Wat doen jullie op dat moment, als je Gary Payton bent? Ja, bal afgeven. Ik smijt hem ook omhoog. Ik shot als ook. Als ik zoveel meter heb... Ja. Want Curry moet nog gans die baseline af. Hè. Ja, oké, maar je weet wel... Je hebt ook nog nooit met Curry samen gespeeld. Maar weten, en die is zo'n match aan het spelen, dus je weet. Ja, misschien wel. Als je hem ziet komen... Maar ik was wel aan het denken op dat moment, want hij heeft... Hij heeft 5 of 6 meter, hè, Peyton. Ik denk dat ik wel ook gewoon een shot... Ja, zeker dat je zo on fire was, gelijk toen. Yeah, buddy. En wat met... maar los van Curry, want Curry was geniaal. Dat is duidelijk. Mm. Nog eens, voor mij zijn beste match aller tijden. Ja. Maar wat mij voor mij heel hard opviel, zeker voor match 4, is 1. De Celtics zijn overduidelijk de betere ploeg. Hebben meer kwaliteiten met hoe iedereen nu in vorm is. Ook hoe iedereen gewoon in welke fase van hun carrière dat ze zijn. Draymond Green zit in een bepaalde fase en zeker nu gewoon helemaal uit vorm. Klay Thompson is nog niet helemaal de oude Klay. En bij Boston hebben ze in mijn ogen intrinsiek meer kwaliteit. En weten ze ook meer wie ze zijn. Hun identiteit was duidelijk, zeker tot voor match 4. Zij wisten welke rotaties ze wilden gebruiken. Ime Udoka, die moest niet twijfelen, dan die. Hij wist dat heel duidelijk. Terwijl bij de Warriors er constant gezocht werd. Nou ja, nu nog steeds. Nog steeds. Voor hij start met Porter ook zeker niet. Ja. Niet meer met Looney. Hij startte met Porter in plaats van Looney. Maar dan begint match 4...
En dan coach Steve Kerr, de beste match van het jaar. Ja. En dan pak Green eraf en zo. Op het einde van een heel bold decision. Durven, hè. Ja, het is ook weer typisch, ook nu in game 4, dat je zo Boston direct ziet uitlopen. En dan denkt hij meestal, ik dacht toch van, oei. Ja, ik had zo in het vierde kwart had ik het gevoel. Dan, ik wist eigenlijk de uitslag ook. Ik had toch altijd het gevoel, oké, Boston gaat precies winnen. Zo, ik was ook aan het denken. Spannend, ik weet niet waarom. Ik was ook aan het denken, moest ik de match, moest ik de uitslag niet weten, zou ik hier gans die match aan het denken zijn. Ja, deze Boston kunnen ze niet winnen, ja, hoe dat Curry ook is. Huh? Omdat het Curry alleen was. Ja, of en omdat Boston nog altijd wel... Ja. Ze hadden een 29 balverliezen dat ze in game 2 wel hadden. Allee, het viel nog mee eigenlijk hoe dat Boston speelde, maar hij was gewoon... Ja, te goed. Mm-hmm. Oké, okay, Curry, man. So inspirational. Maar wat Curry gedaan heeft, Draymond Green op de bank zetten, één, dat is durven. Want als ze die match verliezen, weet ik niet wat de gevolgen zijn. Zou dat dan in zijn podcast gezegd worden? Ja. Ja, dat gezeik over die podcast. Ja. Wat, die mensen, wat moet hij anders gaan doen? Maar, Pat Riley heeft Duncan Robinson eens moeten stoppen met zijn podcast tijdens de playoffs. Het van Pat Riley? Ja, de Longshot podcast. Oh, ja. En hij is moeten stoppen van Pat Riley. Waarom? Die speelt niet. Ja, misschien daarom, of ja, ik weet het niet. Hij is moeten stoppen en zich concentreren en kloppen. Die deed dat op de bank. Je had daar toch niks anders te doen. Maar Draymond die werd eraf gehaald in het vierde kwart op een cruciaal moment. Mm. Na 7 minuten van tijd. Maar het moest. Het was toch de beste beslissing die er was? Tuurlijk, ja. Maar bold, hè. Allee, dat je zo met er dan durft afhalen, dat is heel... Maar hij heeft verwacht. Meer fouten dan punten deze finals, hè? Nee, hij heeft 18 fouten en 17 punten in deze finals. Ja. Ah, maar ja, dat is toch gestoord. Nou, we moeten ook wel zeggen dat hij met elke wedstrijd deze finals slechter en slechter wordt. Maar hij speelt wel slecht. Hij heeft dan zowel nog een keer 8 assists en vier steals. Dat hem denk ik in game 4 op een 4 steals. Maar hij deemstert weg. Offensief is het gewoon echt veel minder. Ja, zwaar. En defensief ook. Als je kijkt hoeveel punten hij tegenkrijgt, hij krijgt... Er wordt nu veel meer tegen hem gescoord dan we gewend zouden zijn van Draymond Green. Mm-hmm. En hij valt vooral op door de kleine vuile dingen die hij doet. Wat hij in match 3 gedaan heeft, dat moving screen dat hij zet daar. Dat is gewoon iedereen uit de weg duwen eigenlijk. Ene. Hij neemt 3 man mee. Het is gewoon zo vooruit wandelen. Zijn voeten zo rustig laten vallen op Jaylen Brown. Ja. Het doet... Allee, er gaat toch een moment komen dat iemand die gewoon keihard in die zijn kloten gaat shotten. Ja. Zal dat dan niet al gebeurd zijn? Ooit? Ja, ik denk het ook niet. Hè. Mm. Maar het probleem is inderdaad, wat Jokke zegt, offensief is hij niet betrouwbaar. Op geen enkel vlak. Nee, van nergens. Van helemaal niet. Hè? Van nergens op het veld. En hij verdeelt ook veel minder, vind ik, dan dat we in het reguliere seizoen waren we lovend over hem. Maar nu verdeelt hij veel minder, vind ik. Dan is hij eruit gehaald. Looney, die weer een... Dat is goed. Is echt goed, jongen. Is echt heel is echt goed in zijn rol, ja. Super top, nuttig. Ja. Waanzin. Topmatch speelt. En dan Kerr, die probeert daarna offense-defense te spelen, echt. Ja, in defense, Green erop. Vijf, in offense, Jordan Poole. En ik had wel het gevoel dat dat werkte. Ja, precies wel. Ja. Alhoewel dat Poole ook all over the place is. Poole was ook weer oké. Okay, ja, die leap dat hij maakt tegen Robert Williams. Altijd even zo. En dan wel die 2-3 keer met elkaar. Domme wel... dingen en zo. Hè. Maar op belangrijke momenten heeft hij ook wel soms erin gehouden. En hij is natuurlijk dat is een speler die denkt niet na. No conscience. Dat is wel super handig natuurlijk. Maar bedoel je ook niet met... maar ik kan ook negatieve kennen. All over the place, dat hij dat onbetrouwbaar is. Ja, voilà. Hè. Dus terwijl knalt hij 2 of 3 keer naar elkaar, ofwel is het wel gewoon... Oh ja, je zou er niet van verschieten dat hij in game 5 ineens 0 op 11 of zo nee, voilà, die 3 betreinen. Dat kan wel echt, Want dat is wel het zotte, vind ik, dat die, hoeveel shots dat hij mag nemen ook. Ja, net omdat er offensief zoveel minder is bij Golden State. Dat is de enige reden dat hij op het veld staat. Ja, maar bij Curry weet je van... Curry moet je altijd... later shotten, maar het is wat jij zei, Tijl, van, ja, Poole, die kan ook 1 op 11 hebben en blijven shotten. En dat vertrouw ik dan niet echt. Maar als Curry op de bank zat, zag je ook aan Poole elke bal die hij kreeg, alright. Ja, ik mag, hè. Letting it fly. Maar je hebt wel het gevoel dat hij samen op het veld zijn, dat was ook even Poole en Curry. Als Poole daar zo'n 3 shots pakt, denk ik van... Heeft er dan 2 meer dan Curry. Laat ja. 2 shots meer pakken. Maar ik snap wel, er moet wel een dikke load van... Allee, we kunnen ook dat Curry... Tuurlijk, maar in zo'n moment dat hij... Moet hem er 70 gaan maken, hè. Allee, graag, ik zou het willen zien. Thompson maar. Doet het ook niet echt, dus... Wiggins, hè. Mama Draymond Green heeft nog getweet. Please, people, stop asking me what's wrong with Ray. I don't know. Maybe this is a clone. A clone. Laughing my butt off. Where is a Draymond that helped us... That helped get us here? Right. I have never seen this either. Tough, man. Dat is ook mijn humor in. Mama. Even even zo'n onder de bus gooien. Jee, maar dat is om te lachen. Die doet het om te lachen. Denk dat niet aan. Nee, dat is echt wel vreemd. Ah, dat is toch. Dat is echt vreemd. Ja, ze heeft wel gelijk, hè. Ja, oké, maar dat blijft toch
Dat is toch zo eigen kind, goed kind normaal. Ik had verwacht dat zij zegt, hij is nog altijd de beste. Dat is de moeder van Draymond Green. Ja, dat zal ik wel iets aan mankeren. Dat zal ik wel iets aan mankeren, ja. Dat ik even vergeten. Echt sowieso niet. Looney, je zei het al, heel goed, plus 36 in deze serie. Ah, nee, my nice. Hij is plus 36 in deze finals alleen. En de beste line-up is ook heel duidelijk. Wat is het hier, de line-up? Poole, Clay, Curry, Wiggins... En Looney. Ja. Wiggins ook echt goed. Wiggins, wow. Wiggins echt top. Die doet zo die kleine dingen. Eigenlijk de kleine dingen die dat Draymond normaal gezien doet. Zo die rebounds, die aanvallende rebounds pakken. Dat doet hij nu allemaal. Ja, ja, zo'n rebounding. We hebben het er voor de finals over gehad. 16 in de preview. Ja, had 16, 17 punten, 16 rebounds had hij. Hij was plus 20. Maar we wisten dat dat een sleutel ging zijn, de aanvallende rebounds van Looney en van Wiggins. En hoe dat die elke keer die boards crashen. Mm-hmm. En ook altijd belangrijke, hè. Fourth quarter altijd. Ja. Op het moment dat ze het echt nodig hebben, pakte hem naar deze match 2, denk ik, dat we dus nog gezien hebben, Jokke. Maar het was wel zijn beste match in de finals. Zeker. By far. Moet ze ooit hebben, hè. Ja. Trouwens, zijn dochter gezien, het t-shirt dat hij aan had. Nee. T-shirt met de foto van Dunk van Wiggins over Luca. Ah, kijk, goed. Heftig. Dat is ook een P dat je het echt wel gunt, vind ik, Wiggins. Mm. Ja. Ik heb hem wel geëren. Ja. En ook door alles wat er al gebeurd is, dan gedraft door Cleveland, getraded omdat LeBron terugkwam. Deze, dan, fucking Minnesota. We hebben het voor deze Wiggins. Ik vind dat dit te vaak onderschat wordt. Maar bij Minnesota was er een vod, hè. Ja, maar kom Minnesota aan. Ook, hè. Ja, maar zo? Ja. Kevin Garnett was toch ook geen vod in Minnesota? Maar Wiggins ook niet altijd. Jawel. Nee, ik ga terug. Dat was echt gemiddeld. Wiggins was wel een bust. Die cijfers, kijk naar die match. Dat was een bust? Nee, toen bij Minnesota. Ah, ja, hij speelde echt als... Je had zijn cijfers, maar dat was effectief het voorbeeld van good stats, bad team guy. Ja, omdat hij een bad team had. Ja, nee, maar ook zoals een vod speel. Nooit hij verdedigde toen niet, hè. Hij rebounded toen ook niet, hè. Maar die had dan nodig om in zo'n ploeg te komen, zeker. En dan nu heeft hij perfect zijn rol daarin gevonden. Dat is geen eerste optie. Dat is een first pick nog altijd, hè. Dat is waar. Maple Leaf Jordan. Maple Leaf Jordan blijft goed. Wat was het bijna weer? Ik denk het, ja. The Cats. The Cats. Oh, here he is. The Cat. The Warriors hebben een first pick, second pick en third pick in hun ploeg spelen. Heb ik me gerealiseerd. Allee, ja. En Wiseman? Second pick speelt niet. Die speelt dan eigenlijk. Ah, dat is een third pick. Oh, de Porter was zo'n third pick, denk ik. Ja, zie, voilà. En hun beste speler is dus pas eigenlijk hun vierde of vijfde hoogste pick. Seventh pick, hè? Seventh. En Clay, 11. Na Flynn. Johnny Flynn en Ricky Rubio, twee picks van Minnesota. Ja, hè? Ja, maar wacht, Blake Griffin. Dat twee guards. Blake Griffin, 1. Hashim Thabeet, 2. Okay, James Harden, Tyreek Evans, Ricky Rubio, Johnny Flynn en dan... Maar dus twee picks, te pakken twee guards. Mm-hmm. I know. What could have been. En twee picks na Curry was DeMar DeRozan. Ja, maar een goede draft, hè, mij. Ja. DeMar, I say it. Yes, I like it. Clay hebben we ook teruggezien. Match 3 speelt hij zijn beste match offensief. Hij is defensief geweldig in het vierde kwart van Game 4. Maar één ding is heel duidelijk voor mij. Clay mag gewoon niks vanuit de dribbel doen. Catch and shoot. Hij geraakt niet voorbij zijn man. Lukt hem niet meer. Tenzij dat hij effectief die backdoors pakt. Maar hij mag niet zelf die aanval aanzetten. En ook vanuit de dribbelshotten, dat zit er ook niet echt meer in. Zo dat in de paint, dat klein turnaroundje. Dat dan nog wel, maar inderdaad niet te veel. Ja, maar zelfs dat zit er al niet meer in. Ja, dat is echt met een paar botjes op de ring wel. En dat binnen gaat dan. De meeste drie zet hem knalt, is zo in transition. Hè? Dat is zo halve fase. Maar dan zijn ze echt het gevaarlijkste, de Warriors. Super dangerous. Die secondary breaks vooral. Secondary break. Dangerous. Ja, daar krijgt hij de meeste clean looks eigenlijk. En daar is hij inderdaad op zijn best. Boston dan, in game 4. Ik had ook heel vaak het gevoel, want ik wist niet wie er ging winnen. Mm-hmm. Ik dacht echt van, het gaat hier 3-1 worden. Ik dacht echt, ja. Omdat ze gewoon... Ik heb hoeveel... dat zelfs toen ik het wist. Ja, dat is raar eigenlijk. Zo, so, en dat vond ik, daarom dat ik de prestatie van Curry nog straffer vond, hoe fysiek zij aan die match begonnen. Mm. Het was echt duidelijk van, Curry, je krijgt hier elk shot dat je probeert te pakken, ga je voor moeten vechten. Mm-hmm. Ga je 10 armen voelen rond u. Het is heel een tijd pumpen. Het nog zoveel zotter eigenlijk, de match dat hij speelt. Tegen die defense, hè. En dan offensief hebben ze zoveel opties, de Celtics. Het is niet dat Tatum gewoon slecht aan het shotten is, dat die geen optie is. Nee, natuurlijk. Oh, nee, die moeten bijstaan. Momenten nog altijd. Ja, en vooral ze hebben die threats van buitenaf.
Je hebt Tatum die het kan creëren. Je hebt Brown die profiteert van het feit dat Tatum zoveel aandacht op zich krijgt. Je hebt die lob threats met Robert Williams. Je hebt Marcus Smart die soms ineens kan ontploffen. Ja. Soms ineens Dennis Schröder wordt. je hebt Al Horford die zijn moedige rol kan zijn. White blijft wel echt. White is goed. White is echt goed. Ja, ik like hem. Tot die White, die was keigoed. En dan ineens is die weer onzichtbaar. Heb je die in het vierde kwart gezien? Nee. Ja. Weinig. Ja, alleen dat drie keer denk ik. Dat drie keer dat Curry over hem shotten. Ja. Tot het einde van het derde kwart is Derek White fantastisch. Huh? En dan ineens is dat... Dan is, waar is het? Maar het was wel gans de Celtics hun offense in de vierde kwart. Het valt daar ineens weer stil. Hebben ze tegen Miami ook gehad. Ze tegen Milwaukee ook een keer gehad. Vooral de laatste vijf minuten. Ah, wel, ja? Ze scoren 3 punten. Ze scoren 1 van hun 8 shots. En in die laatste 5 minuten van game 4 is het 17-3 voor de Warriors. Dat zijn wel de belangrijkste 5 minuten van de match. Zeker. Als je dan stilvalt. Mm-hmm. En de Curry doet dat. En ja, het is ook heel duidelijk. Ze doen zichzelf pijn met die bal verliezen. Want in de eerste helft, voor mij is dat de reden dat Golden State in de eerste helft vooral blijft meedoen. Los van Curry. Maar te veel bal verliezen. Iedereen weet het, zij weten het ook en het blijft gebeuren. Maar dat is ook omdat dat tegen de Warriors is en zij zijn in transitie ja, zo gevaarlijk. Want dan is echt, ze hebben de match in handen, maar dan 2 balverliezen op rij, een layup, ik weet niet meer van wie, dan een 3-punter, was game 3, en een 3-punter van Curry, ineens is terug 5-punten match en je hebt de match niet meer in handen. Mm-hmm. Ja, absoluut. Mm-hmm. En wat ze ook nodig hebben is Grant Williams gaat meer impact moeten hebben in deze serie. Grant Williams was net als vorige match. Maar niet alleen vorige match. Match 3 was hij ook bijna niet aanwezig. Ik zeg het, dan weet je dus al niet meer goed, game 3. Maar game 4 heeft hem 3 punten en dat was dan denk ik de buzzer beater op de eerste kwart. En net, voor de rest onzichtbaar. Niet gezien, letterlijk niet. Een keer opstootje met Draymond Green waarschijnlijk en voor de rest... hij speelt ook maar 13 minuten. Hè? Maar dat zeg ik iets. Hè. Want hij roteert maar met 8 eigenlijk, Udoka, en dan speelt hij maar 13 minuten. Mm-hmm. Hoeveel speelt Pritchard dan? Peyton. Goeie vraag. Ik was net al eens op zoek. Ik was net aan het kijken naar game 3, naar zijn stats daar. Dacht je 20 minuten en daarin 10 punten, 4 op 7, 5 rebounds. Maar toch, het is niet de Grant Williams. Hij moet... Ik vind dat hij Draymond Green nog meer uit zijn kot zou moeten lokken. Ja. Want het is ook een super... Jij hebt het vorige keer gezegd, super irritant. Ja. Maar nu minder, want hij doet wel mee, maar amper. Maar hij gaat zijn shots nog wel krijgen daar in de corner. Hij gaat ze wel moeten beginnen... Maken, zeker. Ja. Wat volgens mij Boston ook pijn doet, buiten die balverliezen, is dat ze soms wat te veel terugvallen in die iso-plays. Als Boston de bal ook laat rondgaan, zijn ze zoveel gevaarlijker. Maar het probleem was in het begin van het seizoen eigenlijk, hè, bij Boston, dat een bal niet rondging. En ze weten dat ze op hun best zijn als dat wel gebeurt. En als ze quasi op al hun field goals een assist hebben, maar toch komt dat er ineens op momenten niet uit. Hè. Mm-hmm. Dat is raar eigenlijk. Hè. Ja, heel raar. Wel onder de indruk van Jaylen Brown. Ja, ik zei dat dus tegen Niels. Hij start altijd echt ziek aan die match. Hè? Ja. 17 punten eerste quarter. Amai. Oei. Eerste Celtics, nee, meeste punten van een Celtics-speler in een quarter ooit in de finals. Echt? Voor een franchise als de Celtics is dat ook dat wel is mooi om, in, om daar op kop te staan. Maar dat is ook wel een beetje... Ik kan het ook wel niet volhouden. Ja, hij heeft zo'n spurt zat, zeker in het begin altijd. Want wat eindigt hem? Eindigt met 23 punten? 21. Dus hij maakt er ook 4 op 3 kwarters. Dat is dan ook wel... Heel weinig, hè? Ja, maar ik ben ook ergens onder indruk van de manier waarop hij het doet. Mm-hmm. Want inderdaad... Die leep tegen Green. Te afwezig, ja, voilà. Te afwezig bij momenten. Maar elke keer als hij de bal heeft... Nu heb ik meer, zou ik meer schrik hebben van Jaylen Brown dan ik in de conference finals bijvoorbeeld had. Ja. Mm-hmm. In de conference finals, als ik die... Maar toen was hem ook wel leading scorer van de Celtics. Ja, maar toch heb ik er nu een ander gevoel bij. Je zag dat minder precies. Ik kan minder over, of zo. Ik weet het ook niet waarom. Omdat Tatum misschien toen dominanter was. Ja, ik ken... Ja. Tatum was toen echt wel meer aan het scoren. Ook, hè? Ja, want die begint ook fantastisch. Hè? Ja, maar dat is game 3 toch ook? Of zijn we, wacht, welke match hebben we nu beter? Ze hebben weer match 4. Ja, ze beginnen altijd, ze komen altijd hevig uit de startblokken al bij, maar dan valt het ook stil of zo. Ik heb lang gewacht, maar ik ga een oude bekende moeten reintroduceren. En ik ga even... een teltje. Teltje. We're back, baby! Woo! Dat is al lang geleden, inderdaad. 50 minuten. Kijk. Ja. Weer al Niels. Hey, serieus. Niels, echt. Wauw. Zullen wij verder babbelen over Jason Tatum? Is goed. Jason Tatum, geweldig eerste kwart, maar dan, ook daarna valt hij wat weg. En wat mij vooral opvalt, hij mist heel veel easy shots. Mm-hmm. De moeilijke shots, die gooit hij binnen. Die fadeaways over, die sidesteps, die moeilijke layups. Want een paar keer drive hij naar de ring en dan is daar die extension van die rechterarm en dat hij die bal superlekker tegen het bord legt. En dan die open layups die je op een of andere manier mist. Is dat dan concentratie? Ik weet het. Ja, maar heeft hij ook niet nog altijd heel veel last van die... Oké, als van je dat shot kunt maken... Kun ja, maar die, volgens mij zit het... Je ziet hem wel nog vaak zo... de schouder, maar ook in de nek. Ah, oké.
Want je ziet altijd... Hij was dan tegen Miami gevallen. Ja. Mm-hmm. Op zijn linkerschouder. Maar dan greep hem naar zijn rechterflank. Ah, oké. Okay. En dan, ik denk in game 2 of in game 3, was hij teruggevallen. Was hem daar zo naar de basket gegaan. En dan was hem, ik denk, tegen de kussens of zo gebotst. Ook met zijn linkerschouder. Was hem weer naar zijn rechterflank. Die stralingspijn. Dus volgens mij straalt dat helemaal door naar zijn nek of zo. Maar dat is toch geen verklaring voor het feit dat hij dan wel de moeilijke shots binnengooit en niet de easy ones. Dat is Kobe, hè. Kobe mentality. Dat is toch... Ja, ik zou zeggen concentratie, maar dat is belachelijk eigenlijk als het dat zou zijn, hè. Ja, maar wat wel positief is dan, dat hij geleerd heeft om de andere dingen te doen. Hij pakt nog altijd playmaker, zijn shots. Hè? Ja, hij is veel meer playmaker geworden. En ook wat ik er leuk aan vind aan Tatum, het is zo'n superster die hustelt. Ja. Jaylen Brown doet dat ook, maar ik vind Brown een ster en Tatum een superster. Ik vind ook Nile aan Tatum, die toont zo vaak echt weinig emotie. Echt altijd stille gezicht. Is hij net geblokt of heeft hij net een driepunter gescoord? Ik kan het niet zeggen wat van de twee dat er gebeurd is. Dat vind ik echt nice. Misschien heel veel botox. Ja, kan ook. Het is wel zo'n ene die dat effectief niet beroerd is om naar een bal te duiken. Nee. Die andere dingen wil doen. En die inderdaad ook nu veel meer playmaker is geworden. En dat, het shot valt niet altijd. En het is, wat is hij nu aan het doen? In deze finals, 34% van zijn shots vallen maar binnen. Dat is niet veel. In de tweede helft, 26,6%. In alle vierde quarters samen, 25%. En die 34% is het laagste percentage van een speler die minstens 20 shots pakt per match in de geschiedenis van de finals. Ja. Oeh. Dat is wel niet goed. Dat is niet goed. Heel opvallend. En toch vind ik dat hij vaak een positieve impact heeft. Ja, je hebt wel niet het gevoel dat hij slecht aan het spelen is. Of zoals je dan nu zegt, slechtste ooit percentage. Dat gevoel je er wel niet bij. Hè? Het shot, het valt gewoon niet. Ja, nee. Het is het laagste percentage ooit voor iemand die zoveel shots pakt. Ja. Maar toch, die impact die hij heeft, het is effectief een playmaker veel vaker geworden. En vooral, hij maakt de juiste reads. Mm-hmm. Hij maakt de juiste beslissingen. Als hij ze moet maken, vind ik toch. Hij heeft ook wel echt zotte passen van tijd. Mm-hmm. Slimme speler. Nog eens, hij kan slimmere shots pakken soms, maar... Dat kunnen van quasi iedereen zeggen in deze NBA zeker. Als je ziet wat voor shots dat er gepakt worden tegenwoordig. Maar ik ben wel fan van tegen. Ja, ik ook wel eigenlijk. Het feit dat er een is die effectief hustelt, maakt dat voor mij nog een... Geeft hij nog een extra niveautje. Hij ligt daar, ze. Hij ligt daar. Zullen we het weggeven meteen? Jason. Nu dat we toch weer bezig zijn. Oké. Okay. Opa. Voordat we het vergeten. Wow. Voordat we het vergeten. mooi bruggetje. Mooi bruggetje. Dit shirt van Jason Tatum. Kijk, voilà. Konden jullie winnen. Het was een shirt voor kinderen. We hebben een paar hele leuke opgestuurd gekregen. Dus eerst een paar shout-outs. Dat is heel leuk. Ja, het was leuk. Merci iedereen voor de moeite. Zo. Ja. Super tof dat jullie inderdaad die moeite hebben gedaan. Dus eerst en vooral daar al voor bedankt. Een paar shout-outs. De eervolle vermeldingen. Net niet gewonnen. Ja. Louis Peters. Was top. Heel goed. Ja. Thomas Nijens, dankjewel om het door te sturen. Andy Maanhout en Jelle van den Driessen. Paar die er echt wel bovenuit sprongen. Benedetto moeten we ook bedanken nog eens, die voor onze chocolade heeft Benedetto, gezorgd. Benedetto, ik ga vanaf nu heel vaak Contador met kokos kopen. Amai, we wachten in spanning. Fucking goed. We wachten in spanning af op de volgende. Maar ook hij, goed filmpje doorgestuurd. Maar de winnaar is Louis Struis. Woe, Louis, proficiat, het shirt is voor jou. Top, contacteer ons alsjeblieft via Instagram, want je hebt het daar doorgestuurd. Contacteer ons. Geef misschien ook je lengte mee, dat is gemakkelijk. Dan kunnen we meteen doorgeven aan de mannen van Bouncewear welke maat goed zou zijn voor jullie. Echt, en dan sturen we het op, laten we het opsturen. En ja, het is mooi dat Louis... Ja, de top 3 of top 2-3 waren Louis en Jason Tatum komt van Louisville. What the fuck? Toeval bestaat niet, zeg ik altijd. Yeah. What the fuck? Hier zijn we. Crazy. Kijk, voilà. dat is heel mooi, vind ik. Proficiat. Trouwens, de pre-game routine van Tatum, iemand heeft dat ook nagedaan. Ah, ja. Dat hij aan zijn oren trekt. Blijkbaar doet hij dat voor zijn grootmoeder. Dat is iets dat hij vroeger met zijn oma altijd... Gewoon aan doorgetrekken. Ja, blijkbaar. Dat zij bij hem deed dan, of wat? Ik weet niet, dat is iets tussen hen. En daarom doet hij dat voor elke match. En de laatste match was... Moet kunnen, hè. Oma Tatum ook aanwezig, dus... Ah, ze leeft nog aan plus. Ja, ze leeft. Okay. Extra mooi, hè. Ja. Oké, nice. We hadden trouwens heel moeilijk tegen Nemanja Bjelica in match 4. Zou niet mogen, hè. 0-5 en 4-bal verliezen tegen Bjelica. Dat is... Maar Nemanja kan verdedigen, hè. Ja.
Nee, Manja is echt... Als ze daar nu, hij pakt ook een steal van Brown nu game 4 en hij loopt aan de fast break tegen 1 per uur. Ja. Prachtig en om te zien. De cap echt is, prachtig ja, om te zien. Maar die speelt ook wel zo... De, match, de ene match mag die opeens een kwartier spelen. Ja. En dan zie je van, ah, oké. Maar ik denk dat hem nu wel minuten gaat blijven krijgen. In game 3 was het weer zo, wow, 4 minuten of zo. Het verschil ook met sommige mannen, zeker met Stephen Curry, die er in vergelijking met 5-6 jaar geleden dubbel zo ripped uit. Ja, ja, die is gewoon... Afgetraind en afgeland. De man is gewoon zo... Ook naar die KFC vlak. Geweest. Vlak inderdaad. Een bucket gaan halen. Paar toffe statistiekjes nog. De Warriors zijn nu 6-0 na een nederlaag in deze playoffs. Hebben geen twee matchen op rij meer verloren sinds maart. Boston is 7-0. Voilà, exact. Dus game 5. Oh. Dus de Celtics, het zou voor de Celtics moeten zijn. Zet jullie geld erop. Wil zien. Heel interessant. En nog iets leuks. Curry, Clay en Green hebben nu 19 matchen gewonnen in de finals. Dat is het meeste van een trio sinds de Bill Russell era. Want Duncan, amai. Parker en Ginobili hebben ook 19 overwinningen. Amai. Cool. Ik had ook nog iets gezien. 27 playoff series op rij, dat is een roadgame winnen. Meeste ooit ook. Wauw. Is gestoord allemaal eigenlijk. Onwaarschijnlijk. Ze zijn er natuurlijk ook in twee slechte jaren gewoon niet bij geweest. Ja. Dus daar hebben ze geen serie kunnen spelen, dat ze er geen wonnen. Ja. En nu hebben ze gewoon weer elke serie kunnen doen. En match 3 en 4 trouwens, hoe heerlijk is het om Mike Breen terug te hebben. Met Jeff Van Gundy is by far de beste analyse. Ja, zeker, echt. Zeker. Maar nu weet je pas hoe goed dat ze echt zijn, omdat je ze even niet hebt gehad. Ja. Nu apprecieert je hen toch nog meer. Mama. Ja. Maar het begin alleen, als ze in beeld komen... Dat is raar. Ja. Ja. Jeff Van Gundy, hoe staat hij daar altijd? Die echt legendary Jeff Van Gundy. Als we met die naam ervoor toch nog wel eens iets gaan drinken. Met echt maten. Heel goed. Dat ziet er ook een beetje een clone uit. Ja, Anatol van Jommeken, hè? Dat is Anatol. Ja. Dat is echt een dier. Echt goed. Wat ik daar ook extra tof aan vind aan die uitzendingen nu dit jaar, de muziek die ze daarvoor gekozen hebben. Het zijn alleen maar classics, maar onder andere X Gonna Give It To You van DMX. Dubbel zo mooi. Gangstar kwam erin. Full Clip kwam daar ineens in. Echt goede muziek dat ze daarvoor kiezen. En dat maakt een uitzending voor mij sowieso altijd nog iets beter. Kendrick Lamar hebben ze ook gebruikt. Ja. Kijk, goede keuzes maken. Als het hip-hop blijft, dan Top. Ja, en paar, ook een paar niet-hip-hop nummers, maar zo'n classics dat het er effectief goed in, goed in past. TikTok van Kesha. Kijk, hoe Kesha is echt underrated. Is ik ben echt super fan. Timber, zou je featuring. Wauw, Niels, wij gaan batten samen. ik heb daar een remix van Timber met Tony van den Bossen in een commentaar. Wat? Doorsturen, alsjeblieft. Maar echt. Binnenkort te vinden op de Instagram. Ik zal dat ze beat even opzoeken, dat ik het nog misschien kan laten horen op het einde van deze uitzending. So. Om een mooie afsluiter te hebben. Kijk, hoe. Heb ik dat hier ergens? Blowout Tony, ik heb het al gezegd. Maar wat de fuck? Zo meteen. Snelste gevonden. Ja, ik heb gewoon Tony ingetikt en dan vond ik dat. Maar kijk, match 3. Moeten we daar nog veel over zeggen? Misschien wel even, want we zijn streng geweest voor de Celtics. We hebben gezegd, oké, intrinsiek zijn ze beter, maar het was even een Curry Love Fest, terecht hier. Maar wat ze in match 3 hebben laten zien, vond ik ook redelijk indrukwekkend, want ik vond ze offensief eigenlijk nog ineens zo goed spelen. Nee. En ze waren by far de betere ploeg. Ik weet er niet meer zoveel van. Ik heb gewoon gezien wel dat... Wat was het? Smart, Tatum Brown, de 20-5-5 voor de eerste keer met drie spelers sinds. Wat was het? Magic, Kareem en Cooper in 1984. Ik was aan het denken, zot dat Jordan Pippen en dan een derde of al de big threes dat er geweest zijn. LeBron, Wade, Bosch, Quinny. LeBron, Wade, Bosch is raar. Bij Jordan Pippen niet. Want Robin scoorde niet. Nee, maar zij hadden dat waarschijnlijk elke match. Jordan en Pippen. Ja, dus dat er niet coach... één match iemand dat heeft gehad, is Pippen, zo gewoon zot. Pippen had ook niet altijd gemiddeld 20 punten. Hè? Nee, oké, dat is misschien waar. Ja. Maar ook, of dan bij San Antonio of Queenie, wat ik nu ook... bij Golden State maar vooral Wade, LeBron, Bosch. Yes, ja. Of bij Golden State al die topjaren. Raar eigenlijk, hè, dat sinds van toen geleden is, vond ik. KD, Clay, Curry. Clay 5 assist is moeilijk, denk ik. Dat is waar, die shot alleen. Dat is inderdaad... Ik heb ook al over nagedacht. Dat is inderdaad waar. Eerder Draymond dan misschien? Nee, 20 punten. Over 7 matchen gezien misschien. Wat heb ik hier nog opgeschreven? Game 3. Jason Tatum had 9 op 23. Voilà. What the clock. What? Kijk, ja, nu gaat hij een titel winnen dan, denk ik. Ja, Sam Kerkhoffs is in Amerika geweest. En elke keer als hij in Amerika is, dan spelen de Warriors de finals en verliezen ze de finals. Dus hij is... 16 en 19 al in Amerika geweest, of wat? Ja. Dat is blijkbaar daarom. Wat ik daar vooral opgeschreven heb, is dat ik het gevoel had dat, wat ik daar straks gezegd heb, dat de Celtics effectief weten wie ze zijn en wat ze moeten doen. En dat Steve Kerr veel meer moet zoeken om de juiste rotaties te vinden, dat hij dingen echt uitprobeert. Team effort. Ik heb niet het gevoel dat Udoka dingen uitprobeert. Udoka, die weet. Die kiest en die doet dingen. Ja. Maar dat is geen test, dat is weten en nu gaan we dat doen.
Ik heb het gevoel dat hij, ook al is Kerr de meest ervaren man, en heeft die, is hij een van de 15 beste coaches ooit, heb ik het gevoel dat Udoka veel standvastiger is in deze serie. Ja. Door zijn ploeg ook gewoon, hè. Mm. Ervaring ook, hè. Hoe lang is hij assistant geweest van Pop? 7 jaar of 7, zoiets. Ja, voilà. Curry is ook assistent geweest van Pop, toch? Nee. Nee? Denk ik niet. Curry is nooit assistent alleen gespeeld onder Pop. Bij Team USA is hij assistent geweest. Nog altijd, hè. Is hij nooit assistent geweest van iemand? Of van Pop niet? Nee, nee, is nooit die assistent. Die is gewoon direct hier, hij wint maar direct een titel. General manager geweest bij Phoenix. Toen heeft hij Shaq binnengehaald. Ah ja, okay, en dan is hij terug in de media. Eerst media, general manager, media en dan head coach geworden. En hij is 7 jaar assistent geweest bij de Spurs. Udoka 1 jaartje bij de Sixers en dan vorig seizoen bij Brooklyn. Onder wie is dat dan bij de Sixers? Onder Brett Brown. Was dat toen? Ja. Ook een ex-Popovich assistent. Ah, ja, ja. Zoals zoveel mannen. Maar Curry heeft dan wel gespeeld onder Popovich. Ja. 2 titels meegewonnen. Dat kun je ook al iets leren, zeker. Ja. We hebben een 7-point play gezien in match 3. Dat was van de Warriors. Crazy. Nog nooit meegemaakt. Was het al ooit gebeurd? Ik heb het nog nooit gezien. Ik ook niet. Dat was heel raar. Dat was opvallend. Dat ik... Nog opgeschreven. Ik hou van de agressie van Tatum, dat hij initiatief bleef nemen, ook al lukt het niet altijd. Ja. Zeker. Dive on the floor en zo. Vet. Beste Clay game, waar was Draymond met de 100.000 vraagtekens achter? en dat, ja, Boston gewoon, hoe zij hun halfcourt defense, we hebben het hier al vaak over gehad, maar hoe meer je daarop begint te letten, hoe indrukwekkender dat is. Mm-hmm. Die missen geen rotatie. Nee. Als de Warriors binnengooien, is het door de greatness van Curry. Maar hoe vaak zie je dat daar even een rotatie mislukt? Bijna nooit. Amper. Het is echt, ja. Die defense is toch wel echt... Ja, ik wil het niet ongezien zeggen, maar het is toch wel echt gestoord. Historisch. Echt zot, ja. Zeker, historisch. Dat is gewoon... Toch sta je 2-2 eigenlijk, hè. Ja. Dat is crazy, door mooie fucking balverliezen, hè. Ja, door die balverliezen. En Curry. Klein detail. Kleine side note. Maar, ja... Steffordless. Zot die hun defense. Steffordless. Ik dacht dat Miami zot een defense speelde dit seizoen. Dit is toch wel echt nog een ander niveau. Zijn niveau. Ja. Het is mooi dat je het inziet. Schokken. En ook, ik denk dat we ergens blij moeten zijn. Sorry, Tel. Nee, absoluut. Want wie had er nog gestaan van de Heat nu? Ja, maar los daarvan. Boston is gewoon een betere ploeg. Ja, sowieso. Dan Miami. Maar het had voor dikke gekund, hè. We hadden ook een minder toffe serie gehad. Ja. Deze is wel echt dat is waar. De beste ploegen, maar wilt zien. Hè? Aan de andere kant, Kyle Lowry tegen Draymond Green. Ja, hadden we nog aan. Ja, even Jimmy. Lowry. Nee, maar Lowry is ook zo'n irritant mannetje om te zien, hè. Ja. Maar je ging daar weer aan de kleedkamer gaan staan, zoals toen bij... Was er bij Jokic, Jan? Ja. Was er bij Jokic? Ah, ja. Dat was die foto. Tegen Marcus Morris. Markieff. En dat ze dan zo aan die kleedkamer stonden, zo'n zieke foto van Lowry en zo. Ja. En dan vooral met 5 man in de antwoord. Wat kon die doen? Ja. En één security guy die ervoor staat. Ja. Alsof 5 van die grote mannen niet voorbij die security guy. Ja, agressief naar toen. Dan zie je de security guy. Oh, fuck. Afdruipen zo terug naar hun eigen kleedkamer. Het best ook als zo de kleine scheidsrechter zo voor zo'n NBA-speler gaat staan. Man, als je echt wilt vechten, Isaiah Stewart. Die wou vechten. Als hem LeBron het hoofd wil afkappen. Dat was for real. Toen dat hij terugliep over de hele... Dat was raar. Daar heeft toch elke NBA-speler van... Dat was dit, dat was dit seizoen, hè. Ja. Hoe lang kan het al geleden lijken ook? Maar alles. Ja. Ik denk dat jij eens een gedicht moet maken over het seizoen, dat we terug alles weten wat er gebeurd is. Okay. Misschien de laatste aflevering. Een gedicht van een uur of zo. Ja. Maar... En waarschijnlijk nog altijd alleen maar over Chris Paul en failures. Of we kunnen gewoon alle vier een gedicht schrijven over een deel van het seizoen. Ik had moeten zwijgen. Dat kan ook. Jij hebt nog geen gedicht gemaakt. Dennis ook niet, hè? Nee. Ja, Dennis is presentator. Oké, ik zal eens proberen. Ik beloof niks. Maar het is mijn show. Ik moet pipi doen. We zijn bijna klaar. Nee, ik moet pipi doen. We zijn bijna rond. Ik heb nog een paar dingen. Hebben jullie het verhaal gehoord van Gary Payton II? Het verhaal. Ja, het verhaal. Begin van dit seizoen, die ging gekut worden door de Warriors, dacht hij toch. Dus had hij gesolliciteerd om video-analyst te worden. Echt? Ja. Bij de Warriors. Bij de Warriors. En, en uiteindelijk bleek dan, we hebben toch een plekje voor u. En nu? En nu is die... Wat stel u voor? Zo is Polestar begonnen bij de Heat, denk ik, als videoanalist. Ja. Dus het kan wel echt een step-up zijn naar meer. Maar hij is er beter vanaf gekomen dan toch nu. Dat. Blij dat hij mag spelen. Amai, ik kreeg de vraag van... kijker, ik heb de naam niet opgeschreven, sorry daarvoor. Waarom het format van de finals destijds naar 2-3-2 is gegaan. En nu, het nu weer 2
2-1-1-1 is geworden. Simon vroeg dat. Ze hebben dat veranderd. In 1985, prachtig jaar, is het naar 2-3-2 gegaan, omdat ze beseften van, ja, kijk, die afstanden zijn vaak groot. Toen waren er nog geen privéjets, dus voor de verplaatsingen was het te vervelend, ook voor de pers. Toen was het ook moeilijker om die verplaatsingen te maken. Hebben ze dat gedaan omdat het gemakkelijker was. Twee matchen in de stad met de ploeg met het beste record, 3 in de andere en dan 2 eventueel nog in de andere stad om het gemakkelijker te maken, puur logistiek. Ja. Nu is dat was veranderd. Dat niet om zo iets spannender te maken of zo? Nee. Waarom is het, welk jaar is het terug veranderd? Ah, wel, ik denk 2016. Zoek dat eens op, Joker, als je wilt. Echt? Wanneer het is veranderd? Was de eerste titel van de Warriors nog... Ik weet het, ik denk van wel, maar het kan ook 2013 was het zeker nog 2-3-2. Dus het, ofwel is het 2014 kan ook. Dus het, en waarom is het dan teruggegaan? Omdat ze beseften, ja, iedereen heeft privéjets, dus het is veel gemakkelijker nu om te verplaatsen. Het is logistiek zoveel gemakkelijker geworden dan het was in de jaren 80. Die beslissing is in 1985 genomen, dus nu, waarom zouden we het niet doen zoals de andere series? En omdat het gewoon sportief... Ah, dat was enkel in de finals? Ja, enkel in de finals. Okay, vreemd. Alle andere series waren wel 2-2-1-1-1. En omdat het sportief gewoon eerlijker is om het format te pakken dat ook in de andere series... Als je als thuisploeg al één van je eerste twee matchen verliest, moet je ineens... Allee, zijn drie matchen op verplaatsing ineens, hè, natuurlijk. Ja. Dus ik weet niet wanneer het format terug veranderd is. Ik denk niet... Ik denk voor 15... Allee, ik kan me niet... Ik denk 2014. Ik denk dat in 2015 al terug anders was. Ja. 2014 was het terug 2-2-1-1. Dus het jaar waarin LeBron en de Heat zijn afgeslacht door de Spurs. Waarin ze eigenlijk waar de Heat eigenlijk te gemakkelijk van afkomen, vind ik. Iedereen wordt gezegd, San Antonio was duidelijk zoveel beter. Dat zei niemand voor die serie. En zei zelfs niemand, na de eerste twee matchen zei niemand dat. Eigenlijk hadden de Heat daar iets meer weerwerk moeten bieden, vind ik. Na 1, na 2, na 3... Na 4. Dat wordt dan ook overschaduwd doordat LeBron vlak daarna vertrekt, zeker. Na 6. En dan wordt daarover gezwegen en dan is het alles... Na 8. Dat was met de cramp game, zeker. Maar was dat met de AC toen? Ja, waar is het? Ja, belachelijk. Er is een excuus gevonden... Het is hier ook warm, hè. Voor, ja, amai. Ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5 dingetjes. Cool. En 1 is de shout-out. Oké. Okay. Er is een reden, blijkbaar, waarom de Phoenix Suns en Chris Paul zo slecht waren. Oké. Okay. Heb je het gehoord of gelezen? Er is een mega corona... outbreak geweest daar. En ze hebben dat stilgehouden om match 7 te kunnen spelen, toch? Blijkbaar. En één speler was echt ziek daarvan. En ze hebben niet gezegd wie, maar wie had er het meeste last van bepaalde dingen, leek het wel? Ja, CP3. Ja. Chris Paul. Maar dat is toch echt niet oké? Okay, dat ze nog gaan verzwijgen. Om te kunnen spelen, als er 8 spelers niet mogen meedoen. Ja, oké, maar ja. Ja, kijk. En die heeft wel regels gemaakt. Maar hoe is dat dan nu naar buiten gekomen, toch? Wie heeft dat dan... Artikel in, of wie heeft dat... Ik dacht iemand van de spelers dat dan was gaan... Want Mikael Bridges had veel liggen zeggen, onlangs had ik gezien, misschien dat uit was of zo. In de semifinals had ze daar blijkbaar al last van. Number of theories and reports have hinted at what might have gone wrong for the Suns. Liggen ze eruit toen in de semifinals? Nee, liggen ze eruit, inderdaad, toen in de tweede ronde. En outbreak zou daar geweest zijn, maar... What the fuck? Verantwoordelijk. Voilà. Ja. Het volgende. LeBron heeft het LeBron. Duidelijk gemaakt, hebben we zijn eigen ploeg. Ja. Vegas, baby. Vegas, baby, let's go. Stel je voor. Ah, dat sowieso, hè? Of niet? Maar gaat hij kunnen als hij nog speelt? Hij kan toch niet? Nee, als hij stopt. Okay. Zoals Jackie Moon. Hoeveel kost dat? Want hij is biljonair sinds kort. Wat kost dat een NBA-team nog? Allee, belachelijk veel meer waarschijnlijk. Hij gaat dat niet alleen kopen, denk ik. Goed. Wat kost dat? Hij is deel van de Fenway Group, dat is al één. Ja? Dat is de groep die ook eigenaar is van de Boston Red Sox en van Liverpool. Liverpool. Maar hij is een minderheidsaandeelhouder in. Ja. Maar het kan wel gerust zijn dat hij met een groep mensen... Dat zoals gaat kopen en dat hij dan meerderheidsaandeelhouder wordt. Jordan is ook niet alleen eigenaar van de Hornets. Hè? Het zou vooral vet zijn als er dan een ploeg in Vegas komt, vind ik. En dan Bronny erbij. Seattle. Beiden, hè? Het moet 32 maar, dan, hè? Dus dan 16. Hè? Het zou toch veel cooler zijn moest hij de Cleveland Cavaliers kopen, zeg. Maar dan zit hem dan weer in Cleveland. Dat is toch de reden dat hij dat niet meer wil doen. Hij is weer al vertrokken uit Cleveland. Just a kid from Akron. Ja, dat weten we ondertussen. That's supposed to be your man. Dat blijft ook zot dat Curry en LeBron in hetzelfde ziekenhuis zijn geboren. Dat is heel zot. Dat blijft ook echt zot.
Twee top 10 spelers aller tijden. Maar dat is echt heel cool. Ja, ja. Of zeker top 15. Top 13. Maar objectief is het zeker top 15. Allebei. Ja, maar dat is denk ik. Crazy, subjectief, ja. Dat is iets anders. Maar wat dan? 7, 8 jaar tussen of zo? Nee. Nee, vier, niet zoveel. Nee, maar ik denk dat ik getrouwd ben, maar hij zat op zijn 18 in. Curry is 34. Ja, LeBron is 7 jaar tussen. 6 of 7. Dus Curry is van 87 en LeBron van 84. Denk ik, ja. Zeker weten. Daarom. Maar hij wil zijn eigen team. In Las Vegas, het gerucht is dat er twee teams zouden bijkomen. Eén in Vegas en natuurlijk de Seattle Super... Het kunnen maar beter de Seattle Supersonics zijn. Bring the Sonics back. Hoe zouden ze dat team in Las Vegas noemen? The Gamblers. Las Vegas Casinos. The Gamblers? Maar de vrouwenploeg heet de Aces. De Aces. Ah ja, voilà. Hoe noem je er anders? Hearts. De Klaveren. Clubs. Clubs heet dat. De Klaveren. De Las Vegas Clubs. Clubs. Wat zou een goede naam zijn voor een basketploeg in Las Vegas? Als we iets konden weten. Maar echt zo wel een term uit casino of zo. Ja? Las Vegas Chips. Ja. Dat is goed. Ja. Zet in de comments alsjeblieft wat jullie vinden. Een goede naam voor een ploeg in Las Vegas. Amai. Ik ben heel benieuwd. Kunnen we iets geven als ik heb nu niks. Ik zal tegen volgende keer zien dat we iets kunnen weggeven. Maar geef ons een leuke naam voor een ploeg in Las Vegas. De Black Las Vegas Dealers. Ja, maar dat is ook weer... De Dealers. Las Vegas Black. Daar gaan wij wel van houden. maar zijn dat de twee steden waar je een ploeg in wil? In Vegas en in Seattle? Mag ik het super dom vragen? Natuurlijk. Is dat niet allebei West Coast dan ook? Ja, maar hoe werkt dat dan? Als ik dan logisch nadenk, Minnesota is vlakbij Chicago, okay. Minnesota naar het oosten. Simpel. Ja. Oké, okay. Was een vraagje. Ja, ja. Denk dat, want ik weet eigenlijk niet, want Oklahoma heeft dan... Waar ligt dat eigenlijk? Goeie vraag. Is dat West Coast ook? Want dat, is gewoon, dat heeft gewoon Seattle vervangen. Want misschien is dat gewoon aan de East Coast ook of in de buurt daar. Ik weet het niet, hè. Nee, ik ben heel slecht in aardrijkskunde. Nee, volgens mij ligt dat wel in het westen. Oké, kan. Ik maakte me de bedenking gewoon. Google Maps. Waar ligt Oklahoma City. Even uitzoomen, want natuurlijk... Nee. Ik kan Oklahoma City niet vinden. Wat is dat nu voor iets? Oei. Het is al Seattle. Dat is een fictieve stad. Nu wel. Oklahoma is vlakbij Texas. Ah ja, dan dus is staat boven Texas. Dan zal het inderdaad Minnesota of zo moeten worden. Texas. Ja, lijkt mij logisch dat het Minnesota inderdaad wordt. Voilà, kijk. Maar Seattle en Las Vegas, of is er een andere stad waar jullie van zeggen, die mag het nog worden? Kentucky bijvoorbeeld, Kansas, Baltimore terug. Kentucky is zo... Nee, eigenlijk zijn wel echt de twee. Ja, Seattle Baltimore sowieso... Bullets. De Baltimore Bullets. Eigenlijk hard dat de naam van die ploeg was. En dat mocht dan niet meer, de Bullets of zo, toch? Hè? Ja, dat zijn verhuisd naar Washington. Ah ja, maar dat is nog even Washington Bullets geweest. Ja. En dat mocht dan meer omdat dat te agressief was. Dat is wel agressief. En omdat Arenas daar gaan spelen is waarschijnlijk. Toen waren het al de Wizards. Ik weet het. Ja. Maar de Baltimore Bullets, gewoon omdat dat zo'n gewelddadige stad was. En ook zeggen, we gaan die ploeg zo noemen. En dan worden de Wizards. Lame. Waarom ook de Wizards in Washington? Omdat hij mij weet. Tovenarij. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Twee W's. Ja. Twee W's. Is dat gewoon? Maar goede argumenten hier. Soms moeten niet te ver nadenken. Goede argumenten. David Griffin heeft gesproken over Zion Williamson. Zion Williamson heeft gezegd, ik wil heel graag in New Orleans blijven. Iedereen weet dat. Dus wisten we dat al? Nee. Ah, nee, oké. En David Griffin, de GM, heeft gezegd dat het een gemakkelijke beslissing is om Zion een max contract te geven. Want als hij speelt, is hij historisch goed. Oké. Okay. Dus waren die 60 matchen op drie, vier seizoenen waren echt wel... Als hij speelt natuurlijk. Ja, als hij speelt, is hem... Dan gaat het volk wel komen. Maar ja, die als, is dat dan effectief reden genoeg om die een max deal te geven? Kijk, ik denk dat je niet anders kunt. Als je het niet doet en je laat hem lopen en hij blijkt dan toch... Ik denk dat je het risico wel sowieso moet pakken. En die Max geven. Max geven. Max geven, man. Max geven. Max Kleber. Maxi. En dan een tof verhaaltje dat ik ineens terug las. Blijkbaar een van mijn screenshots. Een historisch verhaaltje. Walt Bellamy. In zijn rookiejaar was hij fantastisch. En die speelt zijn eerste match tegen Will Chamberlain. We hebben het hier al vaker over Chamberlain gehad. Mm-hmm. En daarin zei hij... hello, Mr. Chamberlain. I'm Walt Bellamy. Chamberlain's reactie was, hello Walter, you won't get a shot off in the first half. En Will Chamberlain heeft vervolgens de eerste 9 shots van Bellamy afgepakt. Hi Walter. Oh, dat is keigoed. Dan vraag je toch zelf je vervanging aan. 9 shots afgeblokt. Dan stopt het toch met gooien gewoon ook. Dan stopt het met basketten. Get retired. Dat is goed. Mag ik ook iets vertellen? Ja, tuurlijk. Ik had gezien, ik was Game 3 beginnen zien, en waren zo beelden aan het tonen van Game 2. Ik had iets gezien dat ik wel grappig vond. Green speelde in het white en white speelde in green.
Ik zeg dat ook. Nee. Ik heb op Twitter een zotte dingen daarvan gezien. Sorry, ik vond dat super goed. Dus ik hoop dat dat bij Game 5 terug is. Sorry, zeg maar. Ik ga dat opzoeken tegen de volgende. Ah, ja. Ik had dat zien passeren. Want dat zijn eigenlijk drie kleuren. En er is ook een brown, hè. Ja, ja. Dat is eigenlijk zotte. Ja, want green speelt in white. Maar white stond ook vlakbij die play bij hen. En die bleef daar. Ah ja, zo. Ja, wow. Ik vond het wel leuk. Moet niet veel gekker worden. Nee. Sorry, ik even zeggen. Prima. Trouwens, de Celtics, die hun supporters hebben een slechte reputatie. Mm-hmm. Terecht, zeker als je naar vroeger kijkt. Mm-hmm. Maar Hans van de Weeg had dan die column geschreven over waarom iedereen naar de finals moet kijken. Ben ik het helemaal mee eens. Mm-hmm. Maar op het einde schreef hij ook Redneck Auerbach. Maar Red Auerbach is wel iemand die net als eerste vijf zwarte mannen heeft laten starten in de NBA. Dat is iemand die net er wel mee... Het is wel een goede woordspeling. Dat is een heel goede woordspeling, maar ik denk niet dat het inhoudelijk klopt. Nee. Historisch gezien. Iedereen mag fouten, denk ik. Ik denk niet dat het klopt. Red Auerbach, allee, als je kijkt hoe close Bill Russell daar ook mee was. En Bill Russell komt redelijk hard op voor de rechten van zwarte mensen. Ja, redelijk. Denk ik niet dat dat correct is. Nee. Shout-out nog naar Luca en Daan, wil ik zeggen. Die mannen die waren na de laatste match van Oostende van het seizoen, waren die een uur nadat die match gedaan was, waren die met twee nog een balken aan het gooien in de zaal van Oostende. Fit. Ah, tof. Ik vind dat fantastisch. Mag je dat? Die mannen, of je dat? Nee, die spraken mij daarna aan. Die hebben ook al vaker gereageerd op onze stories. Mannen die naar XNO luisteren. Zo kom er. Ball is live. Als je dat kan doen, like toch? Ja, sowieso. Ja, maar na de match van Oostende. Want vroeger, als je zo naar de eerste klas ging kijken... Niet dat mocht je niet op het veld. Dan mocht je toch niet op het veld gaan shotten. Daar wel. Ah. Ja. Ja. En ze laten die ringen daar ook staan. Amai, cool. Oh, cool. Dat is waarschijnlijk de enigste eerste klas. Ja. Dat mag dan niks. Iedereen mag wel een balletje gooien, even zo daarna, want je ziet heel veel klein. Ja. Ik heb dat gedaan. In eerste klas toch niet? Ik heb dat vroeger gedaan in de arena van de RBA. Ik wist RBA er altijd toen. Nu ook nog, geef maar toe. Nee, nu zou je commentaar geven. Dat is ook een stijl time out. Tijdens dat interview. En blijf een commentaar geven. En daar gaat Dennis. 3, 2, game bang! Oh. Ja, nee. Maar die mannen waren er een balken aan het gooien. Cool, ik vond dat tof. Dat is respect. Kijk, voilà. Dat was het. Ik ben erdoor. Oké. Okay. Ik heb alles gezegd wat ik te zeggen had. Is er nog iets zoepa dat jullie hebben? Ik heb het al gezegd wat ik wou zeggen. Nee? Oké. Okay. Iemand van jullie Hustle al gezien? Nee, nog niet. Met Anthony Edwards in is ook. Ja, en met Adam Sandler. Ik heb er iets over gelezen. Ik heb de trailer gezien. Ik heb trouwens het gevoel dat waar het heel voorspelbaar was. Waar kan ik het maar zien? Toch wil ik het wel. Netflix. Netflix. Oké, okay, dan ga ik dat misschien vanavond doen. Ja, voorspelbaar. Waarom? Ja, ik weet niet, zo feel good story. Ik weet exact wat er gaat gebeuren. Maar ik kon het toch wel zien, maar ik denk wel een beetje... Want die Uncut Gems vond ik niet zo'n verwacht verhaal. Nee, maar deze... Ja, dat einde is wel. Spoiler alert, mensen die Uncut Gems nog niet gezien hebben en willen kijken naar de film met Kevin Garnett en Adam Sandler. Heel leuke film, maar dan moet je nu even stopzetten, denk ik. Ja. Voilà. Eindig weer dat die... Wordt hij doodgeschoten? Ja. Of ziet hij zichzelf dood? Nee, die wordt doodgeschoten. Ik had het ook nog niet gezien. Ja, maar zeg dat. Zo keilang wacht, maar zelfs zo'n pauze. Ja, ik had het gelost. Dat moest ik doen zo. Ja, nee, zeg maar. Ik heb hem ook niet gezien, dan had ik dat niet verteld, hè. Hebben we al gezegd wie er doodgeschoten wordt? Nee. Ah, voilà, kijk. Ah, Kevin Garnett. Is oké. Okay. Ik kijk zelfs basketmatch waar ik de uitslag van weet. Ja, dus zo'n dingen, maar dat is terecht. Dat is terecht. En daarna ja, dat doe ik alleen omdat ik hier... Allee, ik weet niet of ik de match anders... Ja, de finals wel, ja. Finals wel, ja. Ik heb mij gecorrigeerd. Lastig, dat snijgt altijd. Ja, dat is kut. Het ding is... Drie uur is kut, echt. Ja, drie uur is te laat. Je kunt niet opblijven, is moeilijk. Je kunt niet opstaan. Nee, het is er middenin. Ja, het probleem is, ik blijf altijd wakker. Twee matchen op rij, 5 over 3. Maar je moet op 6 wakker blijven. Allee, of 5:30 of zo moet je wakker blijven. Dat is te laat. Onmogelijk werk. Ik kan morgen wel opblijven. Als student was dat zalig. Ik ga dinsdag nog eens een hele dag mijn internet uitzetten, thuiskomen van het werk en de match zien. Morgen, wacht, dinsdag kan ik... Ah, ik ga ook opblijven. Ja. Ja? Gelukkig. Is 2 of 3 uur? 3 uur. Ah. Altijd 3. Geen spoilers, hè, boys. Vreselijk. Nee. Oké, goed. Wij nemen woensdag overdag opnieuw op. Yes. Dat is na match 5. Yes. Ja, klopt. Voor match 6. Oké, lukt voor ons allemaal, hè? Ja, we sturen nog wel het uur en zo. Maar woensdagmiddag nemen we dus opnieuw op en dan krijgen jullie woensdagavond nieuwe aflevering van X&O's. Kijk. X&O's. Echt, jongens. Top. Gaat hier hard? Het gaat hier hard. Moet het zijn de finals. Zeker, baby. We zijn er bijna door. Zou je over 2 weken nog eentje willen opnemen? Voor de... Het WK 3x3 komt er dan aan in Antwerpen, de Groenplaats. En dan een draft special. En zoveel. Ik ga kijken. En dan blijven we bezig, eigenlijk. Kan dat nog dan één opnemen, Jokke? Wanneer?
Over 2 weken? Dat is zeker, dat. Ja? Tuurlijk. Okay, we zullen binnenkort uitleggen waarom het misschien moeilijk wordt. Spannend. Ah, ik was niet mee, maar nu ben ik mee. Iedereen is mee. Alright, goed. Dikke merci om te luisteren en om te kijken. Heel graag tot woensdagavond dan. Goed, ik was nog iets vergeten. Zoals beloofd, het Tony van den Bos Timber-nummer. Voilà. New York is a bitch. Zit je recht wel, hè? Tony houdt van... Hoeveel zit dat hier eigenlijk? Wauw. Mooi. Voilà, bedankt aan Bjorn, onze klankman destijds bij Play Sports, die dit in elkaar gestoken heeft. Voilà. Dat was het nu echt. Heel graag tot woensdag. Tot woensdag. Joe.